Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 1. Te Rotterdam, op het Hogendorpsplein, dat het volk nog altijd met zijn oude naam Boijmansplein blijft noemen, staat, of liever zit, het metalen beeld van de metalen staatsman, voor wiens eigenaardige verdiensten de grote schare niet licht in opgewondenheid zal geraken, wiens onbuigbare fierheid hem zijn invloed en zijn populariteit heeft gekost, wiens helderheid van hoofd en wiens scherpte van blik nog bijna dag aan dag door de loop der gebeurtenissen bewezen worden. Kalm en rustig zit daar de hoge gestalte van de edele grijsaard te midden van het stadsgewoel om hem heen, gelijk hij rustig en kalm in het kabinet zijns konings en in de vergaderzaal der Staten-Generaal vaak te midden van heftige tonelen zijn overtuiging uitsprak en handhaafde. Gelukkig trouwens dat Gijsbert Karel daar zo onbewegelijk zit, op zijn stoel. De poten van die zetel en van zijn voetbankje staan zo precies op het randje van het voetstuk dat hij bij de minste poging om op te staan, bij de geringste ongeduldige beweging zelfs, onfeilbaar naar beneden moet komen. Nu, een standbeeld is er ook niet op aangelegd om van tijd tot tijd eens van zijn hoogte neer te dalen en een zwerftocht te maken door de stad. Mocht dat Hogendorp eens gegeven zijn, hij zou zich een vreemdeling gevoelen in menig deel van de plaats zijner geboorte. Hij zou ook elders in zijn vaderland vrij wat veranderd zien en een oostelijke uithoek ervan, waar hij met belangstelling had gereisd, van wiens toekomst hij grote verwachtingen had. Daar zou hij vinden wat zijn stoutste verwachtingen overtrof, wat zelfs zijn genie toen nog niet vermoeden kon. Des mensen fantasie deinst voor de onmogelijkste der onmogelijke dingen niet terug. Welnu, terwijl wij bij Hogendorp standbeeld vertoeven, laten wij een ogenblik vrij spel aan onze verbeelding en wij zien hoe daar leven komt in die man van metaal. Voorzichtig staat hij op en klimt van zijn verheven voetstuk af. Het ijzeren hek opent zich om hem de doortocht vrij te laten en als hij nu veilig staat op de straat aan onze zijde, wat zal hem dan verder beletten nog eens een deel van de tocht te ondernemen die hij in de nazomer van het jaar 1819 deed. Van Amsterdam was hij over Amersfoort en Zwolle naar Assen gereden en van Assen over Coevorden en de Hardenberg naar Almelo om enige dagen in Twente door te brengen. Hij had er rondgezien, gelijk hij gewoon was rond te zien. Hij had een diepe en gunstige indruk meegenomen naar huis en in het vijfde deel zijner bijdragen tot de huishouding van staat heeft hij belangrijke opmerkingen neergelegd omtrent het goede dat hij gezien had, omtrent het gebrekkige dat hij had leren kennen en de middelen had hij aangewezen om te behouden wat goed was, om te verbeteren wat verkeerd bleek en om gevaren te voorkomen die de volkswelvaart bedreigden. Met zijn koets
met 4 paarden was hij door een barre woestijn in Almelo gekomen en het was hem geweest alsof hij op eens in een klein paradijs was verplaatst. Met groote belangstelling had hij de fabrieken bezichtigd, met groot genoegen de fabrikanten en hun gezinnen leren kennen, van wier gulheid en voorkomendheid ook Willem de Klerk in zijn jeugd bij herhaling zulke aangename herinneringen had opgedaan. Friezeveen had hij bezocht en zich verwonderd over hetgeen vlijt en zorg van slechte grond had gemaakt. En hij wijst erop hoe de nijverheid dringende behoefte had aan 2 zaken: verbeterde machines en verbeterde gemeenschapsmiddelen door kanalen vooral. Dezelfde opmerkingen had hij ook elders gemaakt. Te Borne en te Hengelo vond hij veel ijver en ondernemingsgeest, maar een kanaal dat zich bij het bestaande, hoewel nog weinig betekenende vaarwater aansloot, was er evenzeer dringende behoefte als de invoering van Engelse werktuigen voor het spinnen althans. Want de proeven in Engeland genomen om met de machine te weven waren zo slecht uitgevallen dat hij meende te mogen beweren dat dit met de machinerie niet gaat. Ook in Enschede had hij dezelfde aangename ondervindingen opgedaan, dezelfde opmerkingen gemaakt, maar het was hem natuurlijk niet ontgaan dat Enschede te hoog ligt om zelf een vaart te kunnen hebben, en daar moest de weg dus vooral verbreed worden. Hoe schadelijk en lastig de hoge in- en uitvoerrechten voor de nijverheid zijn, had hij er bij vernieuwing bevestigd gevonden, en wat hem vooral had getroffen, dat was de welvaart en bloei in de onmiddellijke omtrek der bezochte plaatsen, waar nijverheid en landbouw zo allergelukkigst verenigd waren, dat ieder boer spon of weefde en ieder spinner of wever zijn stukske land bebouwde, terwijl tussen de dorpen en steden niet anders dan een treurige woestijn zich uren ver in het rond uitstrekte. Daarvan had de markeinrichting de schuld, en telkens komt hij terug op het overgrote belang dat voor allen, zonder onderscheid, in de markeverdeling ligt. Met ingenomenheid vermeldt hij hoe de bezitters der grote landgoederen in de omtrek deze overtuiging deelden. Over Twickel, een van de schoonste landgoederen in ons land en in alle landen, langs Delden en Goor, waar het omliggende land slechts bebouwd hoefde te worden om hen tot een hoge trap van bloei te doen geraken, over het Weldam, waar het niet aan water ontbreekt en het boomgewas overschoon is, en over Nijenhuis, waar hij met de grijze Schimmelpenning belangrijke dingen besprak, kwam hij langs een slechte weg te Deventer, overal rondziende en opmerkende met de 2 grote problemen, kanalisatie en markeverdeling in hoofd en hart. Welnu, laat nog eens de wijze en wakkere staatshuishoudkundige met zijn open oog voor volksbelangen en volksbehoeften de tocht door Twente doen. Wat zou hij er nu vinden? De koets met 4 paarden kon hij te huis laten. De grote Rijksweg, die van Deventer over Hengelo naar Enschede zou lopen en te Hengelo zich zou splitsen om over Borne Almelo te bereiken, terwijl een andere tak van Hengelo op Oldenzaal zou gaan. De grote Rijksweg is sinds 1819 gelegd geworden en bestraat, bijna ook weer verlaten, nu de spoorwegen zijn gemaakt,
die wenthe met de hoofdplaatsen van ons vaderland en met Duitschland in verbinding hebben gebragt. Maar aan spoorwegen kon Gijsbert Karel nog niet denken, en ruim 30 jaren hebben de straatwegen uitnemende diensten bewezen. Had zijn weg hem van Zwolle naar Almelo geleid, dan had hij de koets kunnen gebruiken, want nog altijd verbindt geen directe spoorlijn de hoofdstad der provincie en de haven van Kampen met het bloeiende nijverheidsdistrict. Hij zou ook tussen Raalte en Wierden nog altijd een onmetelijke heide vinden, als van ouds afgewisseld door het dichte bosgewas van Hellendoorn en van de havezate Eversberg. Maar met welgevallen en belangstelling zou hij de belangrijke fabrieken van het Nijverdal begroeten en bij Wierden de schoorsteen ener bontweverij zien oprijzen. Tal van kolossale fabrieksgebouwen zou hij op zijn verdere tocht ontmoeten. In aanmerkelijke verbetering der spinmachines zou hij zich van harte verheugen. En wat hij onmogelijk had geacht, zou hij zien. Stoomweverijen, waar met de machinerie niet alleen witgoed wordt gemaakt, maar ook bont in allerlei samengestelde patronen wordt vervaardigd. Bij Almelo zag hij een breed kanaal met een ruime haven, een onschatbare weldaad voor Twente. Maar dat kanaal, niet tot Hengelo doorgetrokken, en de Twikkelervaart, waarvan hij zulke hoge verwachtingen had gekoesterd, verwaarloosd en ongebruikt. Heide zou hij nog vinden, maar de steden en dorpen toch niet meer als oasen in de woestijn. Alom ontginningen, bouwlanden, moesgronden, aanplantingen van dennen, akkermaalshout, nieuwe huizen in grote getalen, rijke villa's en buitenverblijven, alom verrezen, in Enschede zelfs een ganse nieuwe stad, met alle tekenen van welvaart en bloei, Delden en Goor van goed bebouwde velden omringd, en in Goor vooral de bewijzen ener belangrijke nijverheid. En, wat hij met grote blijdschap zou opmerken, de marken zou hij overal verdeeld vinden. De gezegende gevolgen der verdeling zou hij met eigen ogen zien, gelijk hij ze voor een halve eeuw met het oog des geestes had aanschouwd. Misschien zou hij hier en daar nog wel aantreffen wat hij in 1819 vond, bekrompenheid en gehechtheid aan oude sleur, waardoor boeren en burgers achterlijk bleven, kleingeestige naijver en eigenbaat, waardoor maatregelen van algemeen belang moesten achterwege blijven. Wellicht zou hij nog enkele proeven vinden dat grote heren zich in de veranderde toestand nog niet hadden geschikt en zich door de voormalige prerogatieven van hunne stand nog altijd weerhouden achten, landbouw en nijverheid te bevorderen. Maar in menig opzicht zou hij een nieuw Twente vinden, waarvan hij geen minder aangename indruk zou meebrengen naar huis dan hij in 1819 mocht doen. In menig opzicht een nieuw Twente, in menig ander opzicht ook het oude, want dit is in Twente eigenaardig, de vereniging van nieuw en oud. Hier vindt gij bij elke voetstap nevens elkander herinneringen die eeuwen heugen en denkbeelden die in de laatste jaren tot rijpheid kwamen, zeden en gewoonten door tal van mensengeslachten overgeleverd van vader op zoon en de gebruiken van de tegenwoordige tijd, de overoude hoeve, die sinds 1000 jaren onveranderd bleef, en de stoomfabriek, waarin haast ieder jaar wijziging en verbetering brengt, het stilstaande water van een
maatschappelijke toestand gelijk tubanten en nedersaksen die kenden. En de volbruisende stroom van het leven uit de laatste helft der 19e eeuw. Hier gilt de stoomfluit te midden van de eenzame heidevelden waar lang vergeten doden in hun opgeworpen en nog ongeschonden heuvels slapen en de telegraafdraad overspant de kruiswegen waar de vurige landmeter spookt en de donkere poelen waar het dwaallichtje boven het graf van de zelfmoordenaar danst. Dat maakt Twente ook zo aantrekkelijk voor wie het kennen. Zo vreemd voor wie voor het eerst door de doolhoven zijner steden en dorpen dwaalt. Het bekoorlijke zijner vaak nog ongerepte natuur en te midden daarvan de wonderen zijner krachtige industrie. De taaiheid waarmee een deel van de bevolking het oude bewaart, ondanks alles wat rondom hem verandert. De taaiheid waarmede een ander deel zijner inwoners vasthoudt aan het streven naar vooruitgang, ondanks alles wat belemmert en ontmoedigt. Zijn landschap, zijn taal, zijn geschiedenis, zijn bevolking, zijn nijverheid maakt Twente voor velen en velerlei bezoekers tot een der merkwaardigste streken van ons vaderland. Maar men leert het niet kennen en waarderen als men het vluchtig beziet en haastig doorreist. Het vereist en verdient een opzettelijke studie en het is die rijkdom van stof zelf die uw gids verlegen maakt, waar hij u uitnodigt hem op enige zwerftochten te vergezellen door heiden en bossen naar afgelegen boerenhoeven en vorstelijke landgoederen, naar bloeiende steden en dorpen en vergeten buurtschappen in dreunende en gonzende fabrieken en naar de hoge es waarin stilte de graankorrels rijpen in de aren en de bijen gonzen over het bloeiend boekweitveld. Dat in Twente zoveel ouds is bewaard gebleven, is te danken of te wijten, hoe wilt gij het noemen, aan zijn afgezonderde ligging. Eeuwenlang bleef het verwijderd van de grote stroom die onophoudelijk verandert en vervormt wat daar ligt in zijn bedding en aan zijn zomen. Met de buitenwereld kwam de Twentenaar weinig in aanraking. Zelf verliet hij zijn heiden en bossen niet, en vreemdelingen kwamen schaars tot hem. Behoeften had hij niet veel, en wat hij nodig had, dat verschafte hij meestal zichzelf. Zijn land gaf hem koren, en hij bakte zijn brood, en brouwde zijn bier op zijn eigen hoeve. Zijn vee gaf hem melk en boter en kaas, wel niet veel, maar toch genoeg. Zijn pluimgedierte gaf hem veren voor zijn bed, waarvan hij zelf het overtrek weefde, gelijk hij zijn linnen op eigen weefgetouw bereidde en de boerenmeid het vlas voor haar uitzet op een hoekje gronds bouwde om het eigenhandig te spinnen en te weven. Wat hij verder voor kleding nodig had, werd grotendeels in Twente vervaardigd. Het bos der Marke leverde hout voor zijn sober huisraad. De leem in zijn velden gaf hem dakpannen en de stof om het vlechtwerk mee te bekleden, waarvan hij tussen houten posten en stijlen zijn eenvoudige woning bouwde. Uitvoer was er niet, de afstand was te groot, en wat de Twentenaar over had van zijn linnen of van zijn landbouwproducten, dat verkocht hij aan de weinigen die zelven geen land bebouwden en de weefkunst niet verstonden. Dat gaf hem geld genoeg in handen om te kopen wat hij zelf niet maakte, en meer dan het nodige deed hij niet. Het ijzer kwam van buiten af.
Haast had hij ook dat niet noodig gehad, want zijn heiden leverden oer en turf om het erts te smelten. Maar ik weet niet dat ijzersmelterij hier vroeger is uitgeoefend. In hetgeen Twente zelf niet opleverde, voorzagen kooplieden uit Deventer. Zo bleef de landstreek met haar bevolking afgesloten en eenzelvig. Het was ook een onderneming van belang om van daar op reis te gaan of om het afgelegen gewest te bezoeken. Het heugt de oude vandaag nog wel wat er te doen was als de kooplieden in linnen naar Amsterdam zouden reizen. In de kerk werd een gebed gedaan voor de behouden terugkomst. Des avonds voor zijn vertrek kwamen bloedverwanten en vrienden nog eens achter de deuren kieken om afscheid te nemen. De grote en kleine geschenken voor de bekenden in Holland meegegeven, de boodschappen opgedragen die de reiziger welwillend in Amsterdam zou verrichten, en als de klok van 9 uur in de toren geluid werd, dan scheidde men met hartelijke handdruk, want reiziger en bezoekers gingen vroeg in de beddenkast ter ruste. Het was in Twente alles vroeg, vroeg op, vroeg te bed. Zelfs de spoken regelden zich daarna, want terwijl het rechte spookuur elders te middernacht is, gingen de Twentse spoken tussen 9 en 10 uren weer. Zij zouden trouwens later ook geen sterveling meer hebben ontmoet om bang te maken, zelfs geen nachtwacht, overmits er geen nachtwacht was. Er werd immers niet gestolen, behalve dat in een lange koude winter misschien de hekken om de weiden wel eens aanstoot leden. Eerst later, bij de uitbreiding der nijverheid, werden de gesponnen garens wel eens uit de piepentonnen gestolen als de vrachtwagens op de straat overnachten of de doorrijdende voerman ze voor het huis van de fabrikant had neergezet. Toen kwam ook de nachtwacht ten tonele. Bij het aanbreken van de dag ging de koopman op reis. De eikenhouten kisten, vaak met snijwerk versierd, die men nog in vele gezinnen aantreft als bergplaats voor het kistentuig, het zondagskostuum, werden op de grote wagen geladen, en zo ging het de eerste dag door het mulle zand naar Deventer. De volgende dag bracht men het tot Harderwijk en dan voerde het beurtschip in zoveel dagen als het wind en weer beliefde de reiziger naar Amsterdam. Wie Twente bezoeken wilde, kon het doen met de post. Dat is een boerenwagen, zoals Willem de Klerk het in zijn jonge jaren deed, of als Hogendorp met eigen koets, waarvoor 4 paarden waarlijk niet te veel waren. En voor een pleziertocht was zulk een reis te lang, te vervelend en te kostbaar. Enkelen die het deden, spreken er nog van als van een gebeurtenis in hun leven. Geen wonder dat Twente nog tot het eerste vierde deel onze eeuw zijn overoude eigenaardigheden haast onveranderd had behouden. De straatwegen brachten verandering. Er kwamen en gingen meer mensen heen en weder. De boeren konden meer verbouwen, omdat zij hun producten beter konden afzetten. En enkele oude gewoonten raakten allengs in onbruik. Toch bleef Twente nog afgelegen. Het bleef nog een lange reis, zelfs toen de spoorweg reeds tot Arnhem liep en de diligence op Lingen de reizigers over Zutphen en Lochem naar Oldenzaal bracht, of toen de Zwolse boot van Amsterdam in verbinding met een wagen over Nijverdal en Almelo naar Enschede een tweede reisgelegenheid aanbood. Maar sedert de spoorweg Twente doorsnijdt, is de tocht voor niemand te bezwarend meer. Het vroeger zo afgelegen gewest behoort nu geheel
tot de bewoonde en beschaafde wereld. Het verdwijnen van allerlei eigenaardigheden is daarvan het onvermijdelijk gevolg, en in dit tijdperk van overgang ontmoeten wij overal scherpe contrasten en eene bevolking die deels de goede en minder goede eigenschappen bezit van mensen die lang in afzondering hebben geleefd, deels het voor- en nadeel der zodanigen in wier toestand in korte jaren een verbazende verandering heeft plaatsgehad. Einde van deel 1. Deel 2 van Twente. Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 2. Als het middelpunt van Twente kan het dorp Hengelo worden genoemd, omdat aan zijn spoorwegstation de verschillende lijnen samenkomen. Gelijk vroeger de hoofdwegen er elkander ontmoeten. Er is dan ook een groot stationsgebouw waar het vooral bij aankomst en vertrek der treinen druk en levendig genoeg is. Van de hoofdlijn Arnhem-Salzbergen, die Nederland over Oldenzaal met Noord-Duitsland in verbinding brengt en die te Zutphen de reizigers uit de noordelijke provinciën opneemt, lopen zijtakken naar Enschede, in aansluiting met het Duitse spoorwegnet te Münster en over Borne naar Almelo, waar het kanaal op Zwolle eindigt. Terwijl wij dus te Hengelo ons hoofdkwartier vestigen, hebben wij gelegenheid tochten en uitstapjes in de omtrek te maken. Met de keuze van die plaats als punt van uitgang is evenwel niet gezegd dat wij bij voorkeur van de spoorweg gebruik zullen maken. Die kan ons natuurlijk de nodige diensten bewijzen. Maar wie Twente wil leren kennen, die nemen de wandelstaf in de hand en vrezen voor wat vermoeienis niet. Het Overijsselse Hengelo moet niet verward worden met het dorp van dezelfde naam in Gelderland. Beide plaatsen worden geacht hun naam en hun oorsprong te ontlenen aan de Angelen, die in het midden van de 5e eeuw met de Saksen verenigd naar Brittannië overstaken en een deel van dat land aan zich onderwierpen. Uit Duitsland afkomstig hadden zich velen in ons vaderland gevestigd en lieten er talrijke sporen van hun verblijf in een menigte van plaatsnamen achter. Opmerkelijk is het evenwel dat gelijk op een uur afstands van ons Hengelo een Delden ligt. Ook in de nabijheid van het Gelderse dorp een buurschap. Delden wordt aangetroffen. Gelijk een Delen, niet ver van het bekende Engeland op de Veluwe bij Beekbergen, is het geoorloofd bij Delden en Delen te denken aan een dal of del, gelijk men in Gelderland zegt, en dus aan eene laag liggende streek. Dan kan de oorsprong van de naam Engeland en Hengelo in het woord eng, dat is een hoogte tot bouwland gebruikt, worden gezocht. Het dorp Hengelo zelf ligt wel lager dan Delden, maar de naam is vermoedelijk ouder dan het dorp en het vermoeden ligt dan voor de hand dat de Angelen er buiten gelaten kunnen worden, hetgeen niet onmogelijk is. De gemeente Hengelo bevat behalve het dorp de buurschappen Wolde, Eule of Oele en Bekkum. Tot in de vorige eeuw behoorde tot de Markewoelde
ook de buurschap Drine. Het dorp lag toen niet, als tegenwoordig, op een uithoek der gemeente, maar werkelijk nagenoeg in het midden van eenige buurschappen of gehuchten, en aan die ligging is het waarschijnlijk wel zijn ontstaan en opkomst verschuldigd. Immers ten onzet zijn de marken ouder dan de dorpen. In het middelpunt der marke lag doorgaans het gemeenschappelijk heiligdom, in wiens nabijheid ook de gewone vergaderingen der markgenoten werden gehouden. Daar stichtten in de regel de christenzendelingen een bedehuis dat de heidense offerplaats moest vervangen, en rondom die kerkgebouwen vormden zich vanzelf de eerste dorpen. Zo zal het ook in Hengelo wel zijn geweest, al levert de geschiedenis er de bewijzen niet van. En de Brink, tegenwoordig nog een pleintje in het dorp, is vermoedelijk wel de plek geweest waar de gewaarden in de marke Wolde onder het lommer der gewijde linde samenkwamen. Dat daar ook de oudste kerk heeft gestaan, blijkt niet, maar de waarschijnlijkheid is ervoor dat ook hier het gewone gebruik indertijd is gevolgd. De oudste bekende kerk stond althans niet op de plaats waar sedert 1840 het doelmatige bedehuis der hervormde gemeente verrijst, maar even buiten het dorp, waar nu het kerkhof aan de Bornse straatweg ligt. Niet ver van daar verhieven zich de zware muren van het kasteel. Hengelo werd in de loop der tijden eene heerlijkheid. Een belangrijk stuk van 18 mei 1577 leert ons hoe dit geschiedde. In dat jaar werden enige oude lieden door Otto Meilink, richter te Borne, onder wiens richterambt ook Hengelo behoorde, gehoord over de vraag of aan het destijds bestaande kasteel ook heerlijke rechten waren verbonden. Een hunner, een 80-jarige, verhaalt hoe in zijn jeugd, het moet tussen 1510 en 1516 zijn geweest, het huis behoorde aan Frederik van Twickel, en hoe goed en vriendelijk deze heer was. Tot herediensten waren zij nooit verplicht geweest, maar gaarden hadden zij een heer die zij zo beminden en die hen in alles voorstond, geholpen bij het hooien, onder de jofferen eene boetenflasse helpen schone maken, en voor alle diensten genoeg eten en drinken gehad. Ook hadden zij altijd onverhinderd kunnen bouwen en afbreken, trouwen, ganzen en eenden houden en overal vissen. Eens toen hij met zijn broeder bij het huis aan het vissen was, kwam heer Frederik bij hen en vroeg of zij wat gevangen hadden, en hij had er recht schik in toen zij het net hadden opgetrokken en hij zag dat zij zoveel hadden en dat de vissen zo sprongen. Dergelijke kleine bijzonderheden doen ons goed, waar overigens vaak zo weinig verblijdens van die oude edelen is te melden. Wat uit genegenheid was gegeven, werd later als recht geëist. En hoewel protesterende, de inwoners van Hengelo moesten bij de latere heren de gewone herendiensten volbrengen. Uit een ander stuk blijkt dat heer Frederik veel land in de marke had gekocht, en vandaar dat vele huizen zekere recognitie aan het huis betaalden. Maar Hengelo was zijn oude vriend niet onerkentelijk. Toen op het einde der vorige eeuw de patriotten ook hier de wapens vernielden, werd de steen in de kerk, waaronder heer Frederik sinds 1545 rustte, omgekeerd. Zo beveiligd werd hij
bij het slopen van de kerk nog ongeschonden gevonden en versiert nu de kerk te elden. De hof te Hengelo was leenroerig aan de Rutenborgh en daar de edelen van Rutenborgh uit Bentheim afstammen, zal van ouds de grond wellicht aan de graven van Bentheim hebben behoord. De echtgenote van Frederik van Twickel was een Rutenborgh. Door haar is vermoedelijk het huis aan hem gekomen. Wanneer wij als kinderen der 19e eeuw met de spoortrein het station Hengelo zijn genaderd, dan zien wij weinig of niets meer van het oude. Dan zien wij boven de warklomp der rode daken, nevens een paar koepeltorentjes die de ligging der hervormde en rooms-katholieke kerken aanwijzen, een aantal fabrieksschoorstenen zich verheffen, en aan de andere kant van de baan komen wij het hoge gebouw ener stoomspinnerij en de uitgestrekte werkplaatsen ener ijzergieterij voorbij. Hebben wij het station verlaten, dan leidt de weg recht voor ons uit, ons ook naar een betrekkelijk nieuw gedeelte ter plaats. En wij komen op de brede Enschedese straatweg, die hier spoedig in de ruime Dorpstraat overgaat en onmiddellijk naar het Marktplein doorloopt. Wilden wij een kortere weg kiezen naar de markt, wij zouden iets van het oude Hengelo zien, een doolhof van straten en verspreide huizen, afgezonderd op hun erven, waarin de vreemdeling zou verdwalen, en wij zouden een klein pleintje oversteken, dat in zijn naam de Telgen nog de herinnering bewaart aan zijn voormalige bestemming, toen er de eikentelgen tot aanplant in de eikenbossen werden gekweekt. Maar wij willen ons voor eerst nog maar aan de grote weg houden tussen de gasfabriek en dit nette gebouw met zijn brede trappen, zijn hoge ronde spiegelruiten, zijn ruime veranda en zijn grote tuin, dat ik u als de beurs voorstel. Wij zouden er een glas bier kunnen gaan drinken en het ruime lokaal met zijn gaanderijen en zijn nevenvertrekken bezichtigen. De inrichting der beurs schijnt ons flink en doelmatig. Alleen de gymnastiektoestellen in het midden en de piano in een der hoeken wekken min of meer onze verwondering. Een Hollands koopman is dat op zijn beurs niet gewoon, maar slans wijs, slans eer. Het is wellicht ook nog zo ondoelmatig niet de droge onderhandelingen over katoen wat af te wisselen met gymnastische oefeningen en met een lustig pianospel. Wij vinden hier een bewijs van de praktische geest der Twentse fabrikanten, die zo het nuttige met het aangename weten te verenigen, en zo goed de hulde aan het schone met het behartigen hunner belangen weten te mengen. Men weet in Hengelo te verhalen van de goede diensten die de beurs bewijst. Hier worden de lezingen van het nut gehouden en welke andere voordrachten over godsdienstige en maatschappelijke belangen in Hengelo ten gehore worden gebracht. Hier houdt het zanggezelschap zijn oefeningen en geeft het zijn concerten. Hier gaat de jongelingschap ten dans. Hier worden volksbals gegeven. Hier is het bestemd tot uitspanningsplaats voor arbeiders die er zich met vrouw en kroost willen verpozen zonder sterke drank. Hier klinken de liederen op bruiloftsmaal of volksfeest. Hier komt men samen voor belangen van allerlei aard. Maar nu de beurs. Ja, de beurs. Alles wordt er gedaan, behalve beurs gehouden. De fabrikanten en handelaars van Twente schenen een plaats nodig te hebben waar zij elkander geregeld konden ontmoeten en zaken doen. Hengelo was de aangewezen plaats als het middelpunt van het spoorverkeer. De hand werd aan het werk geslagen,
de zaak breed opgezet. De Nederlandsche Handelsmaatschappij bood krachtig hulp. Het gebouw werd uit ruime beurs gesticht en toen het gereed was, werd het feestelijk ingewijd. Een onzer uitnemendste geleerden en staathuishoudkundigen hield een schone rede waarin het niet ontbrak aan de onmisbare uitdrukkingen als het nijvere Twente, vooruitgang, ondernemingsgeest, energie. En bij het feestelijk maal dat op de plechtige inwijding volgde, weerklonken de opgewonden toasten. Maar nu de beurs. Ja, van beurshouden kwam niet veel. Enkele malen kwamen hier enige fabrikanten en kooplieden samen. Er scheen iets te haperen. Almelo opende weinig weken later zelf een beurs, waarin uit voorzorg reeds terstond een paar biljarden werden geplaatst. Het gebouw deed als koffiehuis, deels als post- en telegraafkantoor dienst en is voor enige tijd verkocht. Waar lag de reden dat een onderneming met zoveel opgewektheid begonnen, zo spoedig en zo geheel is mislukt? Het oude Twente was ontwaakt. De nijverheid had een hoge vlucht genomen. Grote zaken waren gedaan, fortuinen gewonnen. Binnen weinige jaren had de herschepping plaatsgevonden. Vooral sinds Twente aan het spoorwegnet was verbonden, opende zich een toekomst vol schitterende verwachtingen. Nieuwe fabrieken verrezen, nieuwe huizen, villa's, buitenplaatsen werden gesticht, ganse straten en reeksen van arbeiderswoningen gebouwd. Was het wonder dat de nieuwe wijn wel eens wat bedwelmend naar het hoofd steeg. Voor de kalme toeschouwer was er in die dagen iets onrustigs, iets gejaagds, iets wilds en luidruchtigs. Daar werd nogal met grote woorden geschermd. Met de grote fabrieksdistricten van Engeland, met de reusachtige zetels der nijverheid in Amerika vergeleek men zich gaarne. In dat tijdperk van opgewondenheid werd de beurs gesticht en ingewijd. Werkelijk waren de zaken niet van die omvang en nog minder van dien aard dat een beurs nodig was. En bouwde Almelo hare eigene naast de Twentse te Hengelo, richtte Enschede een der sociëteitslokalen in voor een dergelijk doel. Men fluisterde van die karaktertrek die ten alle tijde als provincialisme onze gewesten, als esprit de clocher onze steden en dorpen heeft vervuld met een naijver die niet tot uitmunten prikkelde, maar alleen tot tegenwerking kracht gaf. Andere dagen kwamen voor Twente. De wijze van werken voor Indië bleek van inspanning overspanning te zijn geworden. Enkele voorrechten en beschermende rechten vervielen. De tijdsomstandigheden werden ongunstig. Daar werden harde slagen ontvangen, grote verliezen geleden. Maar naar het schijnt, de toestand werd daardoor gezonder, natuurlijker. De Twentse industrie kwam meer tot kalmte en tot vastheid. Er is minder opgewondenheid, niet minder opgewektheid, minder luidruchtigheid, niet minder ijver en energie, minder vertoon, niet minder kracht. Het tijdperk van overgang was doorleefd. Gaat de vooruitgang nu minder snel? Vermoedelijk heeft zij gewonnen aan degelijkheid en zekerheid en met vertrouwen mag de Twentse industrie de toekomst tegemoet gaan. Op vaste grondslag het gebouw van de algemene welvaart bouwend. Wij hebben op de beurs een weinig gefilosofeerd en enige bladzijden doorbladerd van het boek waarin de geschiedenis der laatste jaren was opgetekend. Laat ons nu verder gaan en in Hengelo wat rondzien.
Wij krijgen dan nog wel meer van wenthe's oude en nieuwe geschiedenis te lezen. Tusschen de beurs en de tuinen der villa's aan den Enschedeschen straatweg ligt nog wat open terrein aan weerskanten van den weg. Het plan om daar een straat aan te leggen is niet tot uitvoering gekomen. Akkertjes en moeslanden geven aan deze zijde, aan Hengelo, nog het voorkomen van een landelijk dorp. Weldra zijn wij aan de brede straatweg, die er vrolijk uitziet, met de sierlijk aangelegde tuinen en de smaakvolle villa's die er langs zijn aangelegd. En het dorp binnengetreden, ontvangen wij de indruk dat het hier een welvarende plaats is. Karel de Vijfde keek, als hij een stad binnenkwam, eerst naar de klok en dan naar de school. Waren die in orde, dan was hij aanvankelijk tevreden. In de Hengeloze klokken zou de grote keizer zijn ervaring hebben bevestigd gevonden dat het onmogelijk is zelfs twee daarvan gelijk te doen gaan. Door het schoolgebouw dat aan de ingang van het dorp staat zou hij in een genadige stemming zijn gekomen. Het ziet er goed uit, maar wordt te klein. Zelfs al werd een lokaal voor meer uitgebreid lager onderwijs er kortelings bij aangebouwd en al zijn aan alle fabrieken scholen verbonden, gelijk er ene school is in elke der onder Hengelo behorende buurschappen. En had keizer Karel het tegenwoordige dorp gekend, het zou hem niet onaangenaam hebben aangedaan in een uithoek zijner staten zulk een plaats aan te treffen. Oude en kleine huizen ontbreken ook wel in geen delen, maar ook huizen genoeg, merken wij op, die in de laatste jaren nieuw zijn gebouwd. Een gans nieuwe straat zelfs, van aanmerkelijke lengte, was door de aanwassende bevolking nodig geworden. Aan de ruime markt, die voor een deel de verlenging der Dorpstraat is, staat de eenvoudige voorgevel der Rooms-Katholieke Kerk aan Sint Lambert gewijd, evenals de oude kerk voor de hervorming. Iets bijzonders heeft het gebouw, uit of inwendig niet. Toch heeft het iets te verhalen dat ons aangenaam aandoet. Immers, toen in 1786 door de Staten van Overijssel verlof was gegeven tot het stichten van een Rooms-Katholieke kerk, kon de weinig bemiddelde gemeente al hier de kosten van de bouw niet alleen dragen. Maar krachtig bood de onroomse bevolking hulp. Ruime geldelijke bijdragen werden geschonken. Hout, door sommigen kosteloos geleverd, werd door anderen vrijwillig aangevoerd. En het kerkgebouw verrees er en staat er nog, als een opgericht teken van broederlijke samenwerking. Hengelo telt leden van verschillende gezindten onder zijn burgers. In de Nieuwstraat, die wij zo even voorbij kwamen, ligt het voor weinige jaren gebouwde kerkje der christelijke gereformeerde gemeente. Tussen de kerkgebouwen der Rooms-Katholieke en der hervormden ontmoet men de bedehuizen der doopsgezinden en der Israëlieten. Maar een goede verstandhouding heeft er van ouds geheerst, gelijk over het algemeen in Twente, voor onverdraagzaamheid en godsdiensttwisten geen zeer vruchtbare bodem schijnt te zijn geweest. Van geloofsvervolging hoorde men niet in de dagen van gisting die de hervorming vergezelden. De enige martelaars, opmerkelijk genoeg, twee adellijke jonkvrouwen, Maria en Ursula van Beckum, stierven meer als slachtoffers van de hebzucht van hun bloedverwant dan van de geloofsijver van de drost. Toen prins Maurits in 1597 de Spanjaard
uit wenthe had verdreven, werd de pastoors voorgesteld hun post neêr te leggen of met hun gemeenten over te gaan. Zonder verwarring of strijd had overal de verandering plaats en slechts drie pastoors, die van Almelo, Rijssen en Diepenheim, verklaarden bij hun geloof te blijven. Die van Goor had geen antwoord ingezonden. Enschede, Losser en Denenkamp, waar de pastoorsplaatsen vakant waren, ontvingen zonder tegenstand een hervormd predikant. Doopsgezinden, nog Israëlieten, hebben er ooit aanstoot geleden, behoudens de reeds genoemde uitzondering der beide doopsgezinde martelaressen, en reeds van oude tijd leefden de elders verdrukten en vervolgden rustig en veilig onder hun medeburgers, nijverheid oefenend en handel drijvend en krachtig het hunne bijdragend tot Twentes welvaart. Einde van deel 2. Deel 3 van Twente. Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 3. Het nieuwe gemeentehuis aan de markt draagt het zijne bij tot versiering van het tegenwoordige Hengelo. Het vorige gemeentehuis, klein en onaanzienlijk, lag in het verborgen. Oud was het niet. Tot op het einde der vorige eeuw had Hengelo geen gemeentehuis nodig. De markezaken werden behandeld in de herberg, de dorpsbelangen door de heer of door de richter van Borne. Ook het post- en telegraafkantoor dagtekent uit de laatste jaren. In de Bentheimerstraat, die zich hier bij de markt aansluit, ligt de nieuwe pastorie der doopsgezinden naast de kerk en een weinig verder de bijkerk der Israëlieten. In deze omtrek draagt Hengelo nog het karakter van een oud-Twents dorp met zijn bochtige straten en zijn onregelmatig gebouwde in- en uitspringende huizen, waarvan velen nog afgezonderd op hun erven staan. Wij treffen ook nog enkele van die wanstaltige, hoewel vaak schilderachtige gevaarten aan, met het onevenredige hoge spitse dak, de houten, verweloze gevel en de muren van balkwerk, waartussen gevlochten en met leem bestreken hoorden zijn aangebracht. Soms ook is de ene helft van hout en de andere van steen, of een deel vernieuwd en goed onderhouden, een ander deel oud en verwaarloosd. Die zonderlijke misstand doet zich voor waar hetzelfde huis twee eigenaars heeft. Wij ontmoeten menigmaal uitbouwsels van hout die als schuren worden gebruikt, of van steen die tot weefkamers ofwel tot woningen zijn ingericht. Wij komen tal van die echt Twentse hoge schuurdeuren voorbij, die de met hooi of rogge geladen wagens moeten binnenlaten, en wij vinden overal gemis aan versiering, door kunst en smaak aangebracht, maar dat gemis vergoed door de natuur, die de wijnstok zijn prachtige ranken en zijn brede bladeren gaf, om in weelderige tooi de ruwe gevels te bedekken en in rijke festoenen neer te hangen langs de kleine vensters en kunsteloze deuren. Gelukkig zijn de mestvaalten verdwenen die in vroege jaren op nagenoeg ieder erf de vreemdeling door hun onbehagelijkheid
een aanstoot waren en een ergernis voor den landbouwer van elders, die zoo de beste krachten der kostbare specie nutteloos in de buitenlucht zag vervliegen. Een brug over de beek zou ons brengen op de Bornsche straatweg, die als een schaduwrijke eikenlaan in noordelijke richting loopt, en op de open weg naar Oldenzaal, die zich oostwaarts afwendt. Maar wij willen voor eerst het dorp zelf verder in oogenschouw nemen, om later eens rond te wandelen in de omtrek. Alleen gaan wij even de brug over om een blik te werpen op de fabriek van de heer H.S. Dijk, wier gebouwen aan beide kanten van de beek verrijzen, en op de Twentse bontweverij onder directie van H.H. Trouws en Palte, die aan de Oldenzaalse weg ligt. Het afgezonderde huis, niet ver vandaar, is het nieuwe ziekenhuis, dat helaas van tijd tot tijd nodig is, wanneer onder de dicht opeengepakte bevolking in de vaak zeer bekrompen en onreine woningen der arbeidende klasse de gevreesde tyfus zich vertoont. In de straat die van de brug naar de Deldensche straatweg leidt, komen wij de hengeloze bontweverij onder directie van de gebroeders H. en W. Hulshoff-Pol voorbij, en nu staan wij weldra voor de linden in wier schaduw de hervormde kerk met haar op vier pilaren rustend voorportaal ligt. Daartegenover vertoont zich de nieuw gebouwde pastorie van de tweede predikant, en een weinig verder gaat de dorpsstraat in de straatweg naar Delden over. Wij keren hier terug en volgen de straat die recht op de pastorie van de oudste predikant op de Weeme zou aanlopen, als er in dit oude deel van Hengelo ene straat recht liep, en komen langs de beek op het aloude middelpunt van het dorp en marke, de Brink, die nu zijn betekenis heeft verloren, om langs de uitgebreide fabriek van H.H. Stork en Ecker door de nieuw aangelegde Nieuwstraat en voorbij de hier zo weldadige bewaarschool weer nabij de markt uit te komen, waar wij een ogenblik van onze ontdekkingstocht uitrusten. Niet lang evenwel. Ik wil u nogmaals tot een kleine wandeling door Hengelo uitnodigen, maar ditmaal eisen wij meer dienst van onze verbeelding dan van onze ogen, want wij gaan in gedachte enige jaren terug. Niet veel jaren, nog niet de leeftijd der zeventigers. Niet verder dan de tijd toen Gijsbert Karel het Twenter land bezocht. Maar wij moeten dan vrij wat wegdenken van wat onze ogen zien. Geen spoorwegstation natuurlijk, geen beurs en geen gasfabriek. Daar vindt gij nog bouwland en tuingrond. Geen villa's aan de Enschedese weg, maar de hoven der gezeten burgers, boomgaard en moesland, tussen hoge beuken en doornhagen. Ook geen straatweg, zelfs geen grote weg nog, want de dijk naar Enschede lag vrij wat meer zuidelijk. Geen stoomfabrieken, maar kantoren in de ruime voorhuizen, waar de wevers de goederen brengen, die zij in hunne huizen hebben vervaardigd. De school staat daar nog niet, en de huizenreeks die de straatweg met de markt verbindt, is nog niet gebouwd. De Rooms-Katholieke kerk is er, maar op de plaats van gemeentehuis en post- en telegraafkantoor staan nog een paar grote ouderwetse woonhuizen met hun tuinen. Daarvoor, op het marktplein, staat een vierkante, gehouwen, Bentheimersteen op vier stenen rustend, waarschijnlijk een oude altaartafel. Tegenover de Rooms-Katholieke kerk is een brede sloot met water, een brandgraven.
Er is een kleine doopsgezinde kerk, in niets van een gewoon huis onderscheiden. De synagoge is nog niet gebouwd. Waar die nu is, lag toen ook een brandgraven. De kerk der hervormden staat nog aan de overkant der beek, met het koor naar het oosten gewend. Een oude linde overschaduwt het pad dat ten westen er langs voert. Een steen boven de ingang geeft het jaartal 1545 te lezen. Vroeger had er een kerkje gestaan waarvan de houten toren door de raadsluiden van Borne aan die van Hengelo was geschonken. Een klok met het jaartal 1415 is er nog van bewaard. Waar nu de straatwegen naar Borne en Oldenzaal zich splitsen, is bouw een weiland, door een groot eikenbos begrensd, een overblijfsel uit de tijd toen een eekhoorntje naar het volksverhaal van Twickel naar Oldenzaal kon lopen zonder op de grond te komen. De oude, nog bestaande wegen, waar Hogendorp in zijn koets met vier paarden reed, slingerden zich met grote krommingen door het veld en langs de boerenerven. Aan de beek, een weinig oostelijk, is een wateroliemolen. Ook de Deldense straatweg is er nog niet. De straatwegen kwamen omstreeks 1830 gereed. De tegenwoordige hervormde kerk is nog niet verrezen, maar een weinig westelijk opent zich een brede laan. Wij hadden zo even er niet op gelet, en het zou ook weinig de moeite geloond hebben als wij toen het open pad hadden gevolgd dat ons naar een boerenhuis zou hebben geleid. Toch zou het onze aandacht niet zijn ontgaan dat die boerderij op een stuk lands te midden ener ruig begroeide gracht ligt, en gij vermoedt hier iets uit oude tijd te vinden. Werkelijk stond hier tot omstreeks 1821 het huis te Hengelo. Hogendorp zag het reeds in groot verval en onbewoond. Maar in 1813 moet er nog het hoofdkwartier van een Frans generaal zijn geweest. De oude van dagen weten nog veel te verhalen van de baron, wie het toen behoorde. Destijds had het zijn betekenis voor Hengelo reeds verloren, maar eens was daar het punt van waar alle gezag uitging. Wij tooien in onze verbeelding de laan weer met haar hoog en zwaar geboomte, al hebben ook de ouden van dagen in Hengelo het daar niet meer gekend. Wij laten het water der slotgracht weer fris en zuiver de gemetselde buitenwallen bespoelen en slaan de houten brug er overheen. Wij plaatsen aan de opgang de schone poort van Bentheimer steen met haar ruime boog tussen sierlijke kolommen die een kroonlijst met gebeeldhouwde jachttafereelen dragen. Ik kan die poort u ook nog tonen, maar niet hier. Hij staat thans te Enschede bij de herberg De Klomp en heeft de geweldige brand van 1862 overleefd. Op het grote plein ligt hetzelfde bouwhuis dat er nu nog is te vinden, het enige wat overbleef, en ter rechterzijde verrijst het hoofdgebouw, een zwaar vierkant gevaarte met een hoog dak gedekt. Aan de stenen trap voor de ingang herstellen wij de leeuwen met wapenschilden in de klauwen, die gij nog in de grote tuin ter Weeme kunt terugvinden, en plaatsen bij de deur de steen die het jaartal 1616 draagt en die nu in een hof aan de Enschedese weg ligt. In de uitgestrekte gewelfde kelders spelen de Hengeier jongens zo gaarne, mits overdag, 's avonds spookt het er. Zij weten u ook een gevangenis en een pijnkelder te wijzen, met een geheimzinnige sleuf in de muur en grote krammen in het gewelf. Het achtergedeelte heeft dikke muren
en binnen de hoofddeur ligt de put die nog op het plein is te vinden. Aan den overkant der gracht ligt het kerkje met de linde. Maar dit huis, zooals de oude Hengelers het nog hebben gekend, was toch niet meer in dezelfde staat waar het in 1616 door Unico Ripperda was gebracht. Op een oude tekening zonder naam of jaartal, maar kennelijk afkomstig van J. Stellingwerf, die in de laatste helft der 17e eeuw een aantal vaderlandse kastelen heeft getekend, vind ik het als een groot gebouw uit twee achter elkander gelegen huizen bestaande, oprijzende uit een gracht, waarover een brug met gemetselde bogen aan het eind van een wip voorzien naar de ingang leidt, terwijl een stenen muur met twee poorten en een toren op een der hoeken de brede gracht omringt. In de tuin van de heer G. Dijk aan de Borrense straatweg is het beloop van de grachten nog aan te wijzen en het tegenwoordige woonhuis is op de rand van een daarvan gebouwd. Gehouwen stenen en paardenkribben werden bij de fundering ervan gevonden. Wellicht is in het latere kasteel het muurwerk van het oude slot overgebleven, maar de gracht voor het huis werd gedempt, de ringmuur met de toren en een der poorten afgebroken. Het terrein des heren Dijk draagt in de archieven de naam van de Huistee, en lang was het markerichterschap eraan verbonden. Unico Ripperda, Drost van Haaksbergen en later Drost van Twente, kocht in het jaar 1615 het huis en liet het in 1625 versterken. Maar dit werd hem belet, opdat de vijand die toen Oldenzaal bezet hield, er geen vast punt mocht vinden om zich te nestelen. Vroeger stond er een grote hoge spieker met grachten en de bruggen, een stenen gebouw, iets minder dan een kasteel, oorspronkelijk misschien tot bergplaats voor het koren, spicarium bestemd, waar in onrustige tijden de oogst tegen strooptochten beveiligd was en de landzaat, ook wel de heer met zijn gezin, een tijdelijke wijkplaats kon vinden. De spieker te Hengelo behoorde toen aan de heren van Twickel, die erfelijke markerichters van Wolde waren, en er woonde een meijer bij, die naar Twentse gewoonte de hofmeijer werd genoemd en zich onder de vleugelen van zijn heer boven de overige meijers scheen te willen verheffen. Na 1615 bleef het markerichterschap aan het huis te Hengelo verbonden. Unico's zoon, Willem, die ons beschreven wordt als zeer rijk en zeer gierig, vleiend en zowel tot Spanje als tot Frankrijk geneigd, maar altijd zeer verknocht aan de prins van Oranje, was een der gevolmachtigden tot de Münsterse vredehandel. Na zijn dood vererfde zijn heerlijkheid Hengelo op zijn zoon Unico, met wie hij de laatste jaren van zijn leven in onmin had geleefd en die in 1678 kinderloos stierf. Daar Willems tweede zoon reeds in 1666 in de meierij van Den Bosch vermoord was, ging Hengelo over op een der dochters, Nicolina, die met Jacob van Coevorden tot de Stoevelaar was gehuwd en bleef in dit geslacht tot 1710, toen Jacobs zoon, Borgard Amelis van Coevorden, zonder wettige afstammelingen overleed. Nu werd Hengelo verdeeld onder zijn neven en nichten. Johan Philip Christoffel van Keppel verkreeg de ene helft. Ook deze stierf kinderloos. En het zijn aandeel
aan zijn broeder Georg Borchard Unico van Keppel tot Odink en na diens dood in kwam het achtereenvolgens aan de gebroeders Jacob Mulert en Jan Arnold Ludolf Mulert tot den Bakenhagen. De andere helft werd het eigendom van de generaal C.J. Mahony, die met Nicolina Judith van Coevorden was gehuwd en later aan hunne dochters, die het aan Koenraad Jan, de zoon en leenvolger van J.A.L. Mulert, legateerden. Zo werd de heerlijkheid in 1792 weer in ééne hand gebracht. Zijn zoon Adolf August Frederik Maurits Mulert, heer van Malm enzovoort, was de laatste heer van Hengelo. Hij stierf in 1832 bij Hengelo, maar niet op het huis. Dat was toen reeds verkocht en gesloopt. De aanzienlijke bezitting sinds 1827 in andere handen overgegaan. Door de loop der geschiedenis teruggevoerd tot de tegenwoordige eeuw en het nu levende geslacht, laten wij voor het ogenblik de herinneringen weer eens rusten en zien rond in de wereld die ons omringt. Daar is genoeg wat onze aandacht verdient en wij zouden, om de wille der tegenstelling van de oude, verdwenen havezate, ons kunnen wenden tot de kastelen van onze tijd, wier hoge torens thans reeds van verre de zetel der nijverheid aanwijzen, gelijk vroeger de torens der ridderburchten de zetel der feodale aristocratie. Maar wij willen ons bezoek aan de fabrieken nog wat uitstellen. Zo vrolijk staat de zon nog aan de hemel, dat wij noode de vrije schone natuur zouden verlaten voor de wanden der fabriek. Hoe belangwekkend het ook mogen zijn, wat daar te zien is. Het zuizen van de wind door de bomen trekt ons meer aan dan het dreunen der stoommachinen, het snorren der raderen, het oorverdovend geraas der rusteloze weefgetouwen. Maar uitstel mag geen afstel zijn. Later brengen wij behoorlijk onze hulde aan de Twentse industrie en trachten wij ook haar geschiedenis te leren kennen. Einde van het derde deel van Twente. Deel 4 van Twente. Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 4. Waarheen zullen wij nu gaan? Er is keus genoeg. De omtrek levert grote en kleine wandelingen in overvloed. Maar waarheen eer en liever dan naar een der glanspunten van Twente, naar het prachtige bos van Twickel. Hogendorp was tamelijk droog en ik zie niet dat natuurschoon op zichzelf hem licht in verrukking bracht, tenzij dan het eigenaardig schoon van de welbebouwde akker, van het ontgonnen heideveld, van de rivier, mits zij bevaarbaar was. Maar Twickel heeft hem toch getroffen. Een merkwaardigheid, noemt hij het, een van de schoonste landgoederen van ons land, ja, van alle landen. Praktisch blijft hij, het verbaast hem, dat zulk een goed in de heide lag, onder markegronden, die eeuwenlang woest hebben gelegen. Van de gravin, Douairière van Wassenaar, die het bewoonde, meldt hij dat zij een ijverige voorstandster der markenverdeling was en dat haar schoonvader de Twickelervaart had laten graven. Maar de grijze staatsman
is niettemin in verrukking. En een dichterlijker natuur dan de zijne, Jacob van Lennep, laat in zijne academische idyllen jongelui uit verschillende provinciën de heerlijkheid van het gewest hunne geboorte roemen. De Overijsselaar wijst op Twickel. Is Twickel met zijn ruime velden en hoge bossen u bekend? Zo vraagt hij. En zo vragen wij ook. Is het u niet bekend? Dan verdient het uw kennismaking. En kent gij het? Dan hebt gij het ook lief. Dan wordt het voorstel om derwaarts in de allereerste plaats te gaan met ingenomenheid begroet. Wij zijn op het terrein waar het oude huis te Hengelo heeft gestaan, dicht bij de straatweg naar Delden, die ons op Twickel brengt, eer wij nog dat stadje hebben bereikt. Een uur gaans ongeveer hebben wij nodig. De spoortrein kan er ons in weinige minuten brengen, maar ik nodig u liever uit een omweg te maken en de tocht van een paar uur niet te schromen. Wij komen dan langs de binnenweg te midden van het bos. Eerst houden wij de brede straatweg en gaan de beek over, die in de zomer vrij droog is. Weldra zijn wij te midden van akkers en weiden die zich rechts en links uitbreiden tot waar het houtgewas hen begrenst. Wij kruisen de spoorbaan op Almelo en verlaten straks de grote weg, die anders van hier zich nog vriendelijk genoeg voordoet met zijn sierlijke kromming, die zich in het donkere eikenhout van Wolde verliest. Als op die hoge glooiende velden de rogge rijpt, wier geel zo heerlijk afsteekt tegen het wit der bloeiende boekweit en tegen het krachtig groen waarin de boerenhuizen half verscholen liggen, dan is Twente het schoonst. Maar ook als het vroege voorjaar of in de late herfst het fris en teder groen van het winterkoren de ruime velden dekt en overal het bos de eentonigheid honderdvoudig breekt, kan het oog met genot erover weiden. Heden treffen wij het niet gunstig. De rogge is gemaaid en binnengehaald. De boekweit begint zwart te worden. Het landschap heeft zijn rijke zomerdos verloren en zijn veelkleurig en toch zo ernstig herfstgewaad siert het nog niet. Maar dit verlies bereidt ons een blik in het volksleven en geeft ons een dier eigenaardigheden te aanschouwen die langzaam uitsterven. Zie daar ginds op de ledige akker is een schare volks bijeen. Hoog boven hen steekt een lange paal in de lucht. Wij horen van verre reeds hun luidruchtige joel. Daar valt een schot. Een en andermaal meenden wij dat reeds te horen. De blauwe rookwolk golft boven de menigte. Een daverend gejuich weerklinkt. Het is vogelschieten. Wat is dat daar? Zo vragen wij een boer die met zijn goedenavond psalm ons voorbij stapt, al is het ook midden op de dag. Stoppelhanen is het antwoord. Hij laat het in het midden of dat stoppelhanen een werkwoord is, of een zelfstandig naamwoord, of dat volksvermaak dan wel die volksmenigte zo heet. Wat is het? Eigenlijk niet veel anders dan een voorwensel of aanleiding om een spier in het glas te krijgen, of met andere woorden om jenever te drinken. Als de rogge van het veld is, zet een of ander kastelein een paal erin met iets erop dat een vogel gelijken kan. Het jongvolk komt erop aan en zij schieten, maar dat schieten is de hoofdzaak niet. Zij drinken. Dat geeft de kastelein zijn voordeel
en daarmee is het uit. Vroeger werden in de stoppelvelden jonge hanen gelaten die zich aan het uit de aren gevallen graan te goed deden. De opbrengst dier stoppelhanen, die natuurlijk niet voor hun eigen genoegen zo getrakteerd werden, was een voordeeltje voor de boerenknechts en meiden. Houden wij de straat weg, dan hebben wij het beste gedeelte gehad als wij omstreeks ter halverwege de schilderachtige eikengroepen hebben gezien, waaromheen het golvende bouwland zich uitbreidt en waarin een aantal boerenhuizen met hun hoge spitse daken nog, als voor jaren en eeuwen, onder het lommer der knoestige takken verspreid liggen. Het is de buurtschap Wolde die aan de ganse marke haar naam gaf en wier naam, zelf op het woud, op overvloed van krachtig boomgewas, wijst. Hier ligt ook de school der buurschap en komt gij soms voorbij, ten tijde dat de school uitgaat, dan ziet gij ganse zwermen jeugdige Woldenaars en Woldenaressen over de brede straatweg rennen met de klompjes in de hand. Voor zover de jongens zich in het bezit van een pet verheugen, zullen zij niet verzuimen die in het voorbijdraven haastig af te rukken. Wie geen hoofddeksel rijk zijn, zullen niettemin door een beweging der hand in de richting hunner witte haren tonen dat het hun minder aan beleefdheid en goede wil ontbreekt dan wel aan een voorwerp om af te nemen. Als gij voorbij zijt, zullen zij u enige ogenblikken nastaren om dan rechts en links voor en na te verdwijnen in de zijwegen die naar de ouderlijke boerderij of kotte leiden. Enkele kinders zult gij nog onderweg ontmoeten die blijkbaar niet ter school zijn geweest. Zij zitten in de nabijheid van een mager koetje dat langs de straat weggraast. En gij merkt in dat koehuun een der redenen van schoolverzuim op. Te betreuren, zeker, maar toch te verontschuldigen. Waar vader en moeder op het veld of in de fabriek werken en het kind, behalve op de koe, vaak nog op een stuk of wat steeds kleiner wordende broertjes en zusjes moet passen. 'S Winters gaat het schoolbezoek beter, dan is op het land niets te doen, dan blijft de koe op stal en de kleine kinderen, misschien past de koe dan wel op hen. Voorbij Wolde wordt de straatweg eentoniger, totdat bij een bocht de bossen van Twickel in het gezicht komen en de hoge linden en de frisse kastanjes van het in Twente zo wel bekende Karlshaven hun schaduw over de witte heerbaan werpen en zijn wij nu weldra daar aangekomen, dan gaan wij het eenvoudige maar vriendelijke huis met zijn zwaar balkon niet voorbij. Dan slaan wij op het grasperk onder het wijd uitgespreide loverdak van de kolossale eik ons tijdelijk hoofdkwartier op, om van hieruit het bos te bezoeken dat tegenover ons in stille majesteit ligt. Wij zien dan tevens het begin der vaart in 1771 door Karel George van Wassenaar naar de Regge gegraven om de bomen uit zijn bos te water te kunnen vervoeren. Van die vaart had Hogendorp grote verwachtingen, die zijn niet vervuld. Nu wordt de vaart zelfs niet meer gebruikt, maar het logement in 1775 door hem gebouwd en naar zijn naam genoemd is nog in volle bloei en trekt jaar op jaar tal van vreemdelingen tot zich. Voor Twente is het een zeer gewaardeerd uitspanningsoord. Bij niet onbeperkte tijd is Karelshaven evenwel van het schoonste gedeelte van het bos
wat ver verwijderd. En bij een gewone wandeling, waarvan het logement het uitgangspunt is, moet niet zelden meer dan één heerlijke partij onbezocht blijven. Daarom sloeg ik in de onderstelling dat wij niet vele dagen in Twente kunnen vertoeven, een andere, wat grotere wandeltocht van Hengelo naar Twickel voor. Een weinig voorbij de spoorwegdijk wendt zich een voetpad ter rechterzijde af. Dat willen wij volgen. Het brengt ons op de Hoge Es, van ouds tot bouwland gebruikt. Voor de markeverdeling het gemeenschappelijk bouwland der buurschap. Huizen liggen hier dan ook niet. In de laagte rondom de Es zijn zij verspreid in het bos. Ook weleer aan de gezamenlijke markegenoten behorend, waar zij het hout hakten voor brand- en timmerhout, na ontvangen verlof van de holtrichter, en waar zij de varkens op mesting dreven, ieder overeenkomstig zijn recht, naarmate hij een volle of een halve waar bezat. Daar in de laagte liggen ook de marsen, de weiden voor het vee, de heetvelden waar zij plaggen en turf staken, en de heiden waar de schapen hun voedsel zochten, onder de hoede van de scheper. De schotters waakten tegen overtredingen en vroogden ieder die meer nam dan hem toekwam, behalve de markerichter. Die vroogde zichzelf en gaf uit eigen beweging zijn verbeurde tonnen bier. En ook wel eens, behalve zulke markergenoten die de kunst verstonden, de schotter een oog te doen toeknijpen. Men zegt dat de schotters in de regel liepen met de geopende hand op de rug. En als daar iets hards en klinkends inviel, dan zagen zij de prachtige, gevelde eikenboom niet. Het moest evenwel niet al te erg lopen. En had de markerrichter tot driemaal toe overtreden, zonder vrijwillig boete te betalen, dan vroogden de schotters de machtige edelman, evengoed als de minst vermogende onder de gewaarden. Kotters of keuvenaars, arbeiders die in de kleine huizen op het erf der eigen geërfde boeren woonden, hadden in de marken geen recht, nog van houtkap, nog van veedrift, en waagde soms een vreemdeling het, een hutje van plaggen en biezen op markengrond te bouwen. Onmiddellijk werd hem aangezegd zijn schamele woning weer weg te nemen. Bij weigering werd de hut met de grond gelijk gemaakt. Maar waar zou hij heen? Aan de ene marke grensde een andere, waar de geneigdheid om vreemden toe te laten al niet groter was. Misschien vond hij ergens een hoekje op bijzonder grondgebied van een of andere heer, en zo niet. Vagebonden en landlopers waren in de middeleeuwen in Overijssel overvloedig. Als zij te zeer vermenigvuldigden, werd er jacht op gemaakt. Wie in handen vielen, kwamen met de justitie in onaangename aanraking. Zij kregen een geeseling en een verbod zich weer te vertonen, en konden dan in Utrecht of Gelderland dezelfde ervaringen opdoen, totdat zij eindelijk als onverbeterlijke dieven en rabouwen te eniger tijde werden opgehangen of naar de galeien gezonden. Elk voor zich was de leuze der marken, der gemeenten, der heerlijkheden, der gewesten. Ook in dit opzicht bracht de nieuwe tijd een zegen. Van die nieuwe tijd spreken niet alleen de verdeelde en veel verbeterde markegronden, maar ook de ledige vakken die gij rondom in het houtgewas bespeurt. Aan schoonheid heeft het landschap zeker niet gewonnen,
sinds zooveel prachtig eikenhout viel, maar veel won de algemeene welvaart toen zooveel dood kapitaal te gelde werd gemaakt. En de wereld is niet alleen voor de landschapsschilders en de wandelaars geschapen. Van die nieuwe tijd spreken u ook de spoorbanen en fabriekschoorstenen van Hengelo. Dat wij van de hoogte waar wij staan kunnen overzien. En de eikenlaan aan de straatweg naar Borne. Welks fabrieken daar ginds, nevens de scherpe torenspits, hun zwarte rookwolken opzenden boven het donker hout, waar tegen de lange witte stoomwimpel van de voorbijsnellende trein zo krachtig afsteekt. Op de S is het stil, maar niet zo stil als in de maanden waarin het koren rijpt en de mensenhand weinig te doen vindt op de grote velden. Daar wordt een wagen met rogge geladen, ginds drijft de boer de ploeg door het stoppelland. Elders ging een zaaier uit om te zaaien en een vogelzwerm volgt hem nog op de voet. De knollen en de spurrie moeten in de grond tot wintervoer voor het vee. Over de late boekweit gonzen de bijen. Uit de verte klinkt flauw het geblaat van de schaapskudde op de heide of het geblaf van de hofhond die wacht houdt op het erve. Op het voetpaadje langs de rand van de S of langs het wagenspoor aan zijn voet gaan wij voort tot onze weg ons weer door lager liggende velden voert en over een boerderij met een schat van kostbaar eikenhout het erve Oldhof leidt. De boerenplaats daarnevens, het Nijhof, wier rood pannendak nu zo kaal te midden der weiden ligt, was voor enige jaren eveneens onder kloeke en statige stammen als verborgen. Zie daar wederom het oude en het nieuwe. Als wandelaars trekt ons het Oldhof natuurlijk oneindig meer aan, maar het Nijhof levert veel beter renten, terwijl het eikenhout bij verkoop duizenden guldens opbracht. Gelukkig voor ons en voor allen, wie het om natuurgenot te doen is, behoort het grootste gedeelte van de grond in deze omtrek de heer van Twickel, die geen hout laat vallen. Langs onze weg komen wij verder ook nog schone stammen voorbij, als verloren tussen kreupelhout en elzenbosjes, hun brede takken uitslaande over de kronkelende landweg, eenzaam, onopgemerkt, zichzelf een genoeg in hun kracht en majesteit. Straks hebben wij een zonnig gedeelte door een jonge beukenlaan langs een bloeiend heideveld, op wier donker paars en roodbruin de schapen als witte stippen zijn verstrooid en aan de zoom der heide verheffen zich de zuilen van het bos. Wij moeten nu linksom de lange dennenlaan door, maar het loont de moeite vooraf ons nog eens rechts te wenden. Dit voetpad langs dat ons te midden van een echt Twents landschap brengt. Hier is weer een rijkdom aan eiken met els en wilg en berk afgewisseld. Hier de overronde boerenhuizen met hun van planken en latten getimmerde schuren op het ruime grasveld, waaruit de zware boomstammen oprijzen met de aarden omwalling die het erf omringt. De oude Saksische hoeve, honderden van jaren onveranderd gebleven. Hier de holle weg tussen de hoge essen, langs wier steile kanten warbossen van braamstruiken en wilde rozen groeien en bloeien. Hier het zandspoor slingerend over het bosplein, waar het roodbonte vee voedsel en schaduw zoekt. Hier door reizige dennen afgesloten de frisse weide, in wier midden een geheimzinnige waterplas
de grauwe eikenstammen met hun hooge kruinen weerspiegelt. Hier langs de weg overal de heerlijke koningen des wouds, boven het dichte struikgewas zich fier verheffend, alleen staande of in groepen verenigd, soms met een mantel van klimop om de forse leden, vaak met wilde ranken van kamperfoelie omslingerd, of met de smetteloos witte kelken der winden gesierd. Dit wonderlijk schone landschap behoort tot de boerschap Buren en ligt aan een der binnenwegen van Borne naar Twickel. Die weg leidt ons dan ook vanzelf naar de Dennenlaan terug, die wij zo even hadden bereikt, en die ons naar het eigenlijke bos van Twickel voert. Hoe onvergetelijk is die laan voor wie haar zagen, badend in de gloed der avondzon. Als gloeiend goud tintelt het achter ons, waar de ingang vrij spel aan de zonnestralen laat. Krachtig rood zijn de ranke stammen en de kronkelende takken getint, als geschakeerd van bruin en donkergroen fluweel is de grond met een tapijt van veerkrachtige naalden en donzig mos. Als het bruisen der zee in de verte ruist het door de wiegende toppen. Gezondheid en levenskracht wordt u toegevoerd door ieder windje dat de hartsgeur der dennen tot u overbrengt. Laat ons niet te veel haast maken, laat ons met volle teugen genieten, maar toch ook niet te lang vertoeft. Het bos zal ons oog zoveel te zien geven. Wij treden het binnen, nu wij in deze lange rechte eikenlaan zijn gekomen. Voor ons, op verre afstand, schemert iets wits. Dat is het huis. Rechts en links breidt het bos zich uit, maar wij vinden hier nog niet het schoonste gedeelte. Wel streven de stammen lijnrecht omhoog, maar het hout heeft hier op verre na zijn volle wasdom nog niet. Wellicht zou het ook in zwaarte toenemen als uit de overrijke overvloed wat gekapt werd. Hier in de laan spookt het. Er zijn er die tussen de twee bruggen het spook gezien hebben in de gedaante van een grote zwarte hond. Ikzelf heb er zelfs twee grote zwarte honden gezien, maar dat waren dieren van vlees en bloed. Eén ervan was mijn eigen trouwe tochtgenoot. Een stukje grond aan de weg, met jonge sparren beplant, heet het Engelse kerkhof. Daar ligt naar de overlevering de hartloper van een der oude heren begraven, die als spion is doodgeschoten. Dat zal wel wijzen op het jaar 1799, toen de tegenomwenteling werd beproefd en bewegingen in het oosten des lands met de krijgstocht der Engelsen en Russen in Noord-Holland moesten samenwerken om de prins van Oranje te herstellen. Twickels eigenaar, de graaf van Wassenaar, kon door zijn hartloper betrekkingen met de Oranjegezinden hebben onderhouden en de dienaar als het slachtoffer van de patriotten zijn gevallen. Na zijn dood schijnt hij zich nog verdienstelijk te maken door de eer van het oude riddergoed op te houden, dat immers recht op een spookgeschiedenis heeft. Wij kunnen nu naar Karelshaven, langs de weide met de schone Zwitserse koeien, door het nachtegaalspad tussen de weelderige bosjes van hulst en vogelkers, die de met varens rijk begroeide grond bedekken, deels ook langs een door wandelaars gebaand paadje dat terzijde van het pad de beek en de weide volgt, waar gij de schitterende witte stammen der beuken met hun netwerk van wortels over de steile kant ziet hangen, zich spiegelend in het helder nat, waar gij twee eiken en een beuk als uit dezelfde wortel
ziet oprijzen. Waar gij overigens nog meer dan één krachtigen stam over het welig opschietend kreupelhout zijn schaduw ziet uitbreiden. Dit is het gewone pad voor wie van Karelshaven uit het bosch bezoeken en voor wie, na de boschwandeling, wat verkwikking van andere aard wensen dan zij daar konden vinden. Vroeger was in het bosch zelf een uitspanning, de pluimgraaf, die de zorg voor de indertijd rijke en beroemde menagerie had, verschafte ook de vermoeide en dorstende wandelaar wat hij in redelijkheid verlangde. Menagerie en pluimgraaf zijn verdwenen. Een plek met jong hout begroeid in het schoonste gedeelte van het bos wijst de plek nog aan van de gastvrije woning, wier verdwijnen voor de bezoekers van Twickel een wezenlijk verlies is, want de stoffelijke natuur van de mens heeft ook daar haar eisen. Kunt gij die intussen nog genoegzaam beheersen, laat ons dan nog niet naar Karelshaven gaan, dan eerst het bos nog eens in. Ter rechterhand wenden we ons af en onze zelfverloochening wordt beloond. Twickel munt niet zozeer door zijn aanleg uit. De waterpartijen die andere buitengoederen zozeer versieren, betekenen hier weinig of niets. Maar Twickel is beroemd om zijn overvloed van prachtig eikenhout. Wellicht valt het bij eerste kennismaking niet mede. Men heeft zoveel van Twickel gehoord, en ik heb wel eens menen op te merken dat een zekere teleurstelling zich van vreemdelingen meester maakte als zij voor het eerst het hooggeroemde Twickel zagen. Wie er nog eens kwamen, werden wat meer getroffen. Wie er 10 maal zijn geweest, kunnen er niet van scheiden. Hun ontsluiert het woud telkens meer van zijn wonderbare, aangrijpende heerlijkheid. En het werd hun als een vriend aan wie zij met weemoed en liefde denken, naar wie het verlangen van hun hart telkens en telkens weer uitgaat. Het is met Twickel als met een machtig kunstwerk, dat het schoon is, erkent ieder wel. Maar juist misschien door zijn rijkdom is de indruk niet zo als men verwacht had. Om het te waarderen, om het te begrijpen, moet men ermee vertrouwd worden, maar dan opent het ook zijn onuitputtelijke schatkameren, dan wekt het bewondering, dan dwingt het tot eerbied, dan wint het harten, dan vormt het vrienden, die op hunne beurt proselieten voor Twickel maken. Einde van deel 4. Deel 5 van Twente. Uit Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 5. Zie nu eens wat prachtige stammen overal als zuilen in deze woudtempel opstijgen. Eiken vooral, maar laat ook die trotse rechte dennen niet onopgemerkt in het deel van het bos dat rechts aan de eikenlaan grenst. Brengt u een groet aan het drietal statige beuken, de 3 patriarchen bij het brede bochtige pad. Maar laat vooral uw oog de stoute lijnen der eiken volgen, gelijk ze hier in menigte slank en recht omhoog streven, eer zij hun kronen welven en hun forse takken uitslaan. Zie eens hoe zij hier
in schilderachtige wanorde nevens elkander wassen, hoe zij ginds langs de weide bij den vijver in dichte gelederen langs het pad staan geschaard, als reuzen in hun schubbige pantsers gesloten, hoe hier een alleenstaande boom den weg overschaduwt als de hopman voor zijn bende vooruitgetreden, hoe elders een drie of viertal tot een groep vereenigd hun bladeren dak beschermend uitbreiden over het dichte bos van hulst, dat met zijn glanzend, nimmerwelkend groen hun knoestige stammen omschittert. En zie eens waar deze wegen samenlopen, deze koning van het Twicklerbos. Gij zoudt misschien door zijn indrukwekkende hoogte zijn kolossale omvang niet opmerken. Gelijk de rijkdom van het houtgewas dat hem omringt, hem misschien wat te veel aan het oog onttrekt. Maar hebt gij erop gelet, hebt gij met uw gezelschap zijn reuzenstam omspannen, hebt gij zijn slanke vorm zo treffend schoon door de evenredigheid van zijn afmetingen gadegeslagen, terwijl gij opwaarts zaagt naar zijn top, dan blijft deze boom u onvergetelijk door zijn kalme majesteit en zijn verheven waardigheid, een koning inderdaad, in wiens tegenwoordigheid gij eerbiedig zwijgt en bewondert. Zijn evenknie, zijn koninginne, zouden wij haast zeggen, staat aan de zoom der wildbaan, aan de lange laan die voorbij het huis van de straatweg naar de binnenweg op Almelo leidt. Wij moeten op die weg uitkomen om ook het huis en het landgoed te zien. Maar het scheiden van het bos valt ons zwaar. Onweerstaanbaar boeit het ons. Wij zijn nog niet verzadigd van het licht te zien wemelen door de bladergewelven, op de grauwe stammen, op de donkere hulstbossen die overal welig opschieten, op het smalle pad dat zich tussen de wildernis opent. Wij worden niet moede van het opzien naar de heldere blauwe lucht en de zwevende wolkjes, zo hoog boven de toppen en zo heerlijk uitkomend bij het groen der zachtkens suizende of stildromende kruinen. Toch moeten wij verder en treffen nu een gedeelte aan waar de kenner wellicht enige fijne den- en sparsoorten opmerkt, maar dat overigens door zijn onbeduidendheid een scherp contrast vormt met het zeer eigenaardig karakter van het indrukwekkende bos. Maar de lange laan die wij nu hebben bereikt, gelijk zij omstreeks een uur gaans ver onder de stoute gewelven der eiken zich uitstrekt, is weer geheel in overeenstemming met de grootse aanleg van dit vorstelijk goed. Wanneer wij die volgden in de richting naar Almelo, dan zouden wij tussen hoge en glooiende kampen bouwland, voorbij schilderachtige boerenhuizen, langs statige bospartijen, nog menig aantrekkelijk landschap ontmoeten, en wij zouden ook een grote, langwerpig vierkante steen voorbijkomen, als de sprakeloze getuige van overouden tijd, van een lang verdwenen maatschappelijke toestand. Uit de buurschap Azelo werd hij herwaarts gebracht. Onzeker is het waartoe hij eens was bestemd, maar wanneer wij de gissing opperen dat hij eens het blad van een offeraltaar heeft uitgemaakt, toen hij nog niet rechtop was geplaatst, zoals nu, maar vlak op een viertal andere stenen lag, dan zullen wij vermoedelijk niet zo ganselijk mistasten, of wij durven de wens wel uitspreken dat de eigenaar van Twickel hem weer in die oude gedaante herstellen liet. Zulk een altaartafel zou in het eerwaardige woud volkomen op haar plaats zijn. Laat ons nu nog een kleine uitstap maken. Daar in de verte onder het hoge hout ter rechterzijde
ligt nog een liefelijk plekje. T is de Wickeler watermolen, waar de boeren uit den omtrek in den laten herfst hun rogge laten malen en hun olie tot hun gebruik laten slaan. Van den grooten steen leidt een zijweg er tamelijk rechtop aan. Veel vroeger hadden wij van den vijver door het bosch er kunnen heen gaan, als het ons aan plaatselijke kennis niet ontbreekt en wij niet al te veel aan een gebaand pad hechten. Kalm en rustig sluimert het water in de kolk tussen de krans der zware eiken die haar omringen. Vriendelijk spiegelt zich muur en dak van de molen in het heldere nat. Schilderachtig legert zich in het groen het grote rad met het stevige timmerte van dikke balken en planken. Nu is er weinig water. In de beek aan de andere zijde der brug laten een paar kinders hun roodbonte koeien grazen onder het loof der wild opschietende stammen. Maar later, als de najaarsregens de droge beken hebben gevuld, dan is het hier leven en beweging. Dan zijn de sluisdeuren opgetrokken. Dan bruist en schuimt het water door de openingen heen. Dan spuit het door de reten en naden van het hout. Dan wentelt het rad. Dan dreunt het in de molen. Dan spat het schuim ver in het rond. Dan trilt het stevig in een gevoegde gevaarte door de kracht van de stroom. Dan wielt en golft het in de kolk. En ver in het bos klinkt de eentonige maatslag der stampers die het oliezaad kneuzen en pletten. Maar dan zijn op Karelshaven geen logees en in Twente geen gasten meer. Nu terug. De brede, met dennen beplante weg waarop wij komen, is de grote weg naar Borne. Ook vandaar kan ik u langs een pad, rijk in schoonheden, op Twickel en bij de watermolen brengen. Maar dat ligt ons nu te ver uit de weg. Wij houden het gedeelte dat langs de zoom van het bos ons te midden van slanke, sierlijk gevormde dennen naar de eikenlaan terugleidt. Wij hadden ook het pad langs het hoge bouwland kunnen kiezen, dat gij daar, ginds, langs die kloeke eikenstammen ziet slingeren. Daar zijn op Twickel wegen en paden genoeg om in onze wandelingen en zwerftochten veelvuldige verscheidenheid te kunnen brengen. Wilden wij nu naar Delden, dan zou de Grintweg, die als een voortzetting van de Bornse weg over een deel van de grote Deldener S is aangelegd, ons in korte tijd derwaarts brengen. Maar wij moeten het huis niet gans onopgemerkt laten, al is er op Twickel ook zoveel dat dit werk van mensenhanden naar de achtergrond wijkt. Hier ligt het, te midden van een rijk en trots aangelegd park, dat gij onder geleide van een tuinman kunt bezichtigen. Gij kunt daar een schat van bloemen vinden en grote grasvelden, waar de herten onder hoge boomte zich met een weinig fantasie in vrijheid kunnen geloven. Gij kunt er een sierlijke waterpartij opmerken en een opgeworpen berg, van wiens top gij een ruim uitzicht geniet. Gij kunt uit het park ook het uitgestrekte huis in zijn geheel beschouwen, met zijn middelgebouwen en zijn beide aan de achtergevel uitgebouwde vleugels. Een onregelmatig geheel, blijkbaar uit verschillende tijden afkomstig. De voorgevel is eigenlijk alleen te zien als men er vlak voor staat. Uit het bos, met zijn overvloedig houtgewas, heeft men bijna nergens een goed zicht op het kasteel. Het is een deftig en statig huis, met zijn ruim voorplein, smaakvol met bloemen in vazen en perken versierd, met zijn stallingen en zijn brede dubbele gracht, met het heerlijk hout van de wildbaan en de rijke bloemenschat van het park eromheen, is het in overeenstemming
met het prachtige landgoed waartoe het behoort. Op een der hoeken van het gebouw staat een zware vierkante toren waarop de tegenwoordige eigenaar een kap heeft geplaatst. Vroeger was hij van een gekanteelde omgang voorzien. Aan de voorgevel is vooral de versiering van de hoofddeur opmerkelijk. De zondeval der mensen is er voorgesteld door de beelden van Adam en Eva en door de slang die een boom omkronkelt, terwijl daarboven een gehouwen steen het bezoek der Oosterse wijzen voorstelt en boven die steen de ster in de gevel prijkt. In de regel is het inwendige van het huis niet te zien, maar welwillend wordt uw gids de toegang verleend. Het is een schoon huis, met zijn zware muren, zijn oude gerichtskamer, waar de drosten zitting hielden, en nog het familiearchief wordt bewaard, met zijn keldergewelven, waar eens de gevangenen zuchten, waar ook de edelvrouwen van Beckum hun vonnis wachten. Met de oude wapens op het trapportaal bewaart het de herinnering aan de dagen toen het een geducht kasteel en de zetel der gevreesde drosten was. Zijn rijke statievertrekken hebben te verhalen van vorstelijke bezoekers die er vertoefden. De grote stadhouder Willem III, onze regerende koning, onze geëerbiedigde koningin, zijn grote zaal die de gehele breedte van het hoofdgebouw beslaat en de even grote bovenzaal bevatten een schat van bronzen beelden en groepen van oude meubelen en de kleine, sierlijk bewerkte kanonnen die van het admiraalschap van Wassenaar afkomstig zijn. De bibliotheek der Wassenaars vult de ruime zaal der boekerij sinds het huis der familie in Den Haag tot paleis voor de prins van Oranje werd verkocht. Tal van familieportretten bedekken de wanden der onderscheidene vertrekken en schilderstukken van Goudin, Schelfhout, Van Os, Rachel, Ruis en andere meesters van onderscheiden scholen en tijden vertegenwoordigden op twikkelde kunst. Eigenaardig is het gezicht uit een der kamers waar men door de geopende deuren de ganse reeks der vertrekken, zowel van het hoofdgebouw als van de rechtervleugel overziet en door de grote, geopende ramen de blik in het frisse groen van park en wildbaan werpt. Zo is ook het inwendige, het vorstelijk landgoed waardig, terwijl het de statigheid van een adellijk kasteel met de aantrekkelijkheid ener vrolijke en vriendelijke woning verenigt. Twickel is, voor zover zijn geschiedenis bekend is, nooit verkocht. Sedert Herman van Twicklo in 1347 het huis en goed IJsink van Barend van Hulscher kocht. In de wildbaan wordt nog, aan het eind inner laan, de plaats getoond waar dit huis heeft gestaan, welks naam later op een klein buitenverblijf tussen Delden en Karelshaven is overgebracht. Herman van Twicklo, vermoedelijk dezelfde die in die tijd als borgman te Diepenheim voorkomt, gaf zijn nieuwe bezitting de naam van zijn geslacht. Op zijn sterk kasteel trotseerde hij de Utrechtse bisschop en Jan van Vernenburg werd zelfs door hem en enige andere edelen te Goor gevangen genomen. De verpanding van een aanmerkelijk deel van het oversticht moest de kerkvorst de penningen leveren om zijn onmatig losgeld te betalen. Ook later waren de Twickels onhandelbare onderzaten van de landsheer, lastige naburen voor de omwonende bevolking. Jan van Twickel, de Rijke bijgenaamd, liet bij zijn dood in 1550 zijn uitgestrekte goederen aan zijn dochters. Judith, met Unico Ripperda getrouwd, verkreeg Weldam. Agnes bracht door haar huwelijk
met Goossen van Raesfelt, Twickel in diens geslacht over. De nieuwe heer veranderde en verbeterde het kasteel en bouwde de tegenwoordige voorgevel in 1561. Nog in 1582 was het huis versterkt. Boeren uit Almelo hadden toen op Twickel helpen schansen. In 1682 stierf de laatste Raesfelt en zijn enige dochter bracht Twickel aan haar echtgenoot Jacob Jan van Wassenaar op Dam, de zoon van de welbekende admiraal, terwijl het in 1831 aan de tegenwoordige eigenaar, de baron J.D.C. van Hekeren van Wassenaar is gekomen door diens huwelijk met Maria Cornelia, gravinne van Wassenaar. Zij stierf in 1850, maar in Delden leeft nog wel de herinnering hoe vriendelijk zij was voor allen en hoe goed zij voor de armen was. Hebben wij nu in de stal der boerderij tegenover het kasteel de kolossale Zwitserse stier bezichtigd, wellicht ook de buitengewoon grote muilezels en de trage sterke ossen die wij overdag met onveranderlijke tred de lange wagens met boomstammen bevracht zagen trekken door het bos, dan kunnen wij de terugtocht aanvaarden. De uitgestrekte moestuin voorbij, langs de lanen die naar Delden voeren, de grote eikenlaan ten einde, en dan houden wij de brede straatweg, die nevens ruime weiden en prachtige bospartijen ons naar Karelshaven brengt. Zie nog eens deze indrukwekkende groep, waar het bos een weinig terugwijkt en een stukje bouwland ligt aan drie zijden ingesloten door de hoge muur van dicht en donker eikenloof, waarin de witte stammen schemeren. Dat heerlijk plekje moet gij niet onopgemerkt voorbijgaan. En nu hebben wij op het vriendelijk Karelshaven wel wat rust en verkwikking verdiend, eer wij langs de straatweg naar Hengelo terugwandelen of met de spoortrein in weinige minuten derwaarts stomen. Einde van deel 5. Deel 6 van Twente. Uit Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 6. Hebben wij in de eerste plaats, naar de lust van ons hart, een deel van het Twentse landschap in oogenschouw genomen en aan het heerlijke bos de betamende hulde gebracht. Wij mogen nu niet langer verzuimen kennis te maken met de belangwekkende Twentse industrie. Ons bezoek zal enkele fabrieken gelden. Daartoe reizen wij de steden en dorpen van het landschap rond. Maar wij willen natuurlijk inmiddels niet onopgemerkt laten wat daar overigens is te zien en wat onderweg onze aandacht trekt. Dat wij ons niet altijd aan de grote wegen, veel minder nog aan de spoorbanen binden, spreekt wel vanzelf. De Twentse nijverheid, die vroeger vooral linnen en damast produceerde, heeft zich in de laatste jaren bijna uitsluitend aan de bewerking van katoenen stoffen gewijd, terwijl, in overeenstemming met de eisen destijds, de stoom de voornaamste beweegkracht is geworden. De handspinnerij is geheel opgehouden, maar de weverij wordt buiten de fabrieken nog veelvuldig binnenshuis geoefend. Behalve de fabrieken, waar de garens op verschillende wijzen bewerkt en gebruikt worden, heeft Twente 4 ijzergieterijen, T.
tevens machinefabrieken, te Enschede, te Hengelo, bij Almelo en te Borne. Maar hoewel deze het hunne tot de nijverheid en de welvaart bijdragen, behoren zij niet tot de eigenaardige Twentse industrie en vereisen derhalve ditmaal geen afzonderlijk bezoek. Een machinale houtfabriek is bij Hengelo in aanbouw. Wat zij worden zal, moet de toekomst leren. Wij kunnen nog niet meer dan de schoorsteen en het half voltooide muurwerk zien. Laat ons de bewerking der katoen gadeslaan van het ogenblik af waarop het in ruwe staat in de balen aankomt. Totdat het zorgvuldig bewerkte fabrikaat tot verzending gereed is. Met de spinnerij hebben wij dan te beginnen. Met welke? Dat kan ons als leken in het vak onverschillig zijn. Er is enig verschil naarmate de fabriek is ingericht voor het spinnen van inslag of van kettinggarens. Maar het is ons niet zozeer om enkele details als wel om een overzicht van het geheel te doen. En de Twentse spinnerijen, hoewel ongelijk van grootte, zijn in de hoofdzaak ingericht naar hetzelfde systeem. Reeds van buiten is de spinnerij van de weverij te onderscheiden. Als hoge stevige gebouwen rijzen de spinnerijen op, terwijl de weverijen veel lager zijn, maar ook in de regel vrij wat meer ruimte beslaan. De talrijke schuine daken aan de ene zijde van glas voorzien, zijn daar eigenaardig, want vooral de bontweverij eist veel licht. Hebben wij de machinale garenspinnerij te Gouda bezichtigd, dan vinden wij in de katoenspinnerijen wel het een en ander wat ons daaraan herinnert, maar toch ook veel nieuws. Want de katoen vereist veel meer bewerking dan het vlas, omdat de vezels veel korter zijn en de nodige samenhang en sterkte dus vrij wat moeilijker te verkrijgen is. Wij komen eerst in een vertrek dat in de regel vuurvast gebouwd ofwel geheel afgescheiden van het hoofdgebouw is opgetrokken, omdat hier gevaar bestaat van brand. In dit vertrek heeft de eerste bewerking plaats van de katoenvezel. Hier wordt namelijk de ruwe boomwol, zoals die uit de balen tevoorschijn komt, losgeslagen, gezuiverd en in de vorm van watten opgerold, om gereed te zijn voor de verdere bewerkingen in het hoofdgebouw. Het brandgevaar waarop gewezen werd, bestaat hierin dat steentjes of andere harde voorwerpen die in de grondstof mochten aanwezig zijn, met de tot zuivering dienende ijzeren vleugels in aanraking komen en allicht vonken verwekken. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen om dit gevaar terstond af te wenden. De bedoelde rollen katoen komen nu op zogenaamde kaartmachines, die de grondstof nogmaals zuiveren en tevens in de bandvorm brengen, ongeveer ter breedte van een vinger. Vervolgens passeren deze banden, die door de machine spiraalsgewijze in blikken bussen worden gevlijd, verschillende cilinders, waardoor herhaalde verdubbeling en versterking de vezels in de lengterichting van de band worden gelegd. Als nu doorloopt de katoen een drievoudige bewerking op de voorspinmachine, ten einde steeds dunner te worden en tegelijk door een flauwe draaiing meer onderlinge samenhang verkrijgen. Het band dat daardoor de vorm van een grove draad heeft aangenomen, wordt op klossen gewonden en gebracht naar de eigenlijke spinmachines, waarvan twee soorten voorkomen. De oudste soort is de zogenaamde twissel
of watermachine, voorheen door waterkracht bewogen, waarop het zoogenaamde water twist of harde kettinggaren gefabriceerd wordt. Deze machine behoort tot het systeem continu, dat wil zeggen het garen wordt tegelijk gesponnen en op klosjes gewonden en spint derhalve zonder ophouden. Deze soort is nog zeer in zwang en wordt voor het leveren van zeer sterk, zij het dan ook ietwat schraal garen bij voorkeur gebruikt. De spinnerij van de heren H.P. Gelderman en zonen te Oldenzaal is geheel op dit systeem ingericht. De tweede soort van spinmachine is de zogenaamde Mule Jenny, of, zoals hij tegenwoordig automatisch ingericht genoemd wordt, Self-Acting Mule. Dit werktuig is zeer samengesteld doordien verschillende, elkander afwisselende bewegingen, zonder menselijke tussenkomst, moeten plaats hebben. In hoofdzaak bestaat deze machine uit twee delen, een vaststaande stoel, het stok en een wagen. Deze laatste loopt, naarmate het katoenen voorspinsel tot op de behoorlijke fijnheid tussen de cilinders versterkt door een stoel geleverd wordt, achteruit. Op de wagen bevinden zich de zogenaamde spindels, die elk voor zich een katoenen draad vasthouden en onder het rijden aanhoudend met grote snelheid draaien. De snelheid der spindels bedraagt tot ongeveer 8000 omgangen per minuut. Is de wagen aan het einde van zijn tocht gekomen, dan houden ook de cilinders op met de aanvoer van grondstof. Spoedig staan nu ook de spindels stil, doch nemen onmiddellijk een teruggaande beweging aan, waardoor de draad van het bovengedeelte der spindels afgewonden en door een roede naar het ondereinde gebracht wordt. Als nu rijdt de wagen in en draaien de spindels langzaam in de gewone richting rond, waardoor het garen zich om de spindels windt, op een plaats geheel automatisch geregeld door de bovenbedoelde roede. Is de wagen de stoel genaderd, dan herhaalt zich de hier verklaarde bewerking, totdat eindelijk de spindels geheel zijn vol gewonden en het garen in de vorm van een zogenaamde warp- en pincops, ketting- en inslaggaren, van de machine verwijderd wordt. Ofschoon met deze self-acting mule veel tijd verloren gaat door het afwisselend in- en uitrijden, zo is evenwel, vooral bij fijnere garens, de productie per spindel zeer groot en verdient zij bovendien de voorkeur boven het systeem continu om de meerdere volheid der geproduceerde garens. De spinnerij heeft nu haar taak volbracht en het spoelen en haspelen der warpkops ten dienste der weverijen en ververijen is meer een zaak op zichzelf en dan ook zeer dikwijls aan deze laatsten verbonden. De grootte der spinnerijen wordt in de regel aangeduid door het aantal spindels dat zij bevat. Dit getal wisselt in Twente af van 3000 tot 26.000 stuks in één gebouw verenigd. Hebben wij tijd genoeg ter onze beschikking om de aldus gesponnen garens te zien verwerken naar hunne veelsoortige bestemming, dan kunnen wij eerst eene fabriek van witte goederen en daarna eene bontweverij gaan bezoeken. Maar zijn wij min of meer gehaast, dan kunnen wij met de bontweverij volstaan, omdat daar alles te zien is wat in de gewone fabriek geschiet, en bovendien nog vrij wat meer, wat alleen aan deze tak van nijverheid eigen is. Voor de stoombontweverij moeten wij te Hengelo zijn,
Daar is hij sinds lange jaren inheemsch. Daar is hij tegenwoordig nog uitsluitend gevestigd, behoudens eene fabriek van dien aard die te Wierden bij Almelo in werking is gebracht. Wij achten echter een uitstapje derwaarts overbodig, omdat nog het dorp, nog de eentonige weg erheen ons iets belangrijks zou te zien geven. Wierden ligt in een lage, onbevallige landstreek op de grens der grote heidevelden die zich tot Raalte uitstrekken en waarin alleen de belangrijke etablissementen van het Nijverdal enige afwisseling geven. Die bloeiende oase, tot wier ontstaan de stichting eener weefschool door de Nederlandse Handelsmaatschappij in 1836 aanleiding gaf, kan ook wel rechtmatige aanspraak op een belangstellend bezoek doen gelden, maar het is raadzaam daarmede te wachten totdat de spoorweg van Zwolle op Almelo gereed is. Sedert enige weken is die lijn van een zeer gewenste tot een vast beloofde bevorderd. Zo treden wij dan een der hengeloze bontweverijen binnen en beginnen met de ververij, waar aan het witte katoen de vereiste kleuren gegeven worden. Het gaat daartoe door verschillende verf- of bijtmiddelen, maar moet naar ieder verfbad worden uitgewrongen. Dit geschiet in de zogenaamde centrifugaalmachine of hydro-extractor, een getraliede bak die in een ijzeren kuip met ongelooflijke snelheid rondvliegt, zodat in korte tijd de waterdelen genoegzaam verwijderd zijn. Het geverfde katoen, goed gedroogd, wordt nu gespoeld. De strengen op haspels gespannen komen in lange rij nevens elkander op de spoelmachine, waar zij op snel draaiende houten klossen worden gewonden. Met de scheermachine wordt vervolgens de ketting vervaardigd. Van de klossen worden de verschillende gekleurde draden in de door het patroon verlangde volgorde overgebracht op de boom, een zware cilinder waaromheen aldus de schering gewonden wordt. De inslag moet op de weefstoel er doorheen gebracht worden, maar voordat de ketting in de weverij komt, moet hij gesterkt worden. Draaiende rollen brengen hem door de sterkpap heen om aan de draden de nodige stevigheid te geven, terwijl zij tegelijkertijd tussen borstels worden gladgestreken. Van de zorgvuldige bewerking hangt veel af. Breken de draden of zijn zij niet glad, dan wordt het voor de wever een verdrietig en schadelijk werk, daar hij bij het stuk betaald wordt en alle tijdverlies dus zijn loon vermindert. De ketting is toch reeds voor de invloed van het weder zeer gevoelig. Vochtigheid of droogte, koude of warmte, oefenen er een zeer merkbare invloed op uit. Dat de fabrikanten tegenwoordig zelve hunne kettingen sterken, ook in de weverijen van witte goederen, is een grote verbetering. Vroeger ontvingen zij de gesterkte kettingen uit Engeland en waren dan veel minder van de deugdelijkheid van het werk verzekerd. Hiermede zijn de voorbereidende werkzaamheden afgelopen en de boom wordt overgebracht naar de weverij. Vraag hier waar de weefgetouwen bij tientallen staan, maar niet veel inlichting, want oorverdovend is het geraas. Hier wordt de spoel, een soort van schuitje, waarin de pinkop is gelegd, met kracht heen en weder geslagen, zodat hij onophoudelijk van de ene naar de andere kant der lade vliegt. Tegelijkertijd gaan de kammen op en neder
die de draden van den inslag deels oplichten, deel neerdrukken, zodat de spoel er doorheen gaat en schering gevormd wordt. Zulk een kam bestaat uit een groot aantal hevels, dicht naast elkander geplaatst, waar de draden van de ketting doorheen zijn gestoken. Zowel het maken van de kammen als het doorsteken van de draden vereist veel zorg en oplettendheid. In een ander deel der fabriek kunnen wij deze werkzaamheid gadeslaan. Wij zijn nu nog in de weverij. Merk op hoe vernuftig de middelen zijn uitgedacht, waardoor, naar de eis van het patroon, op het juiste ogenblik een spoel met een andere kleur in beweging wordt gebracht. Deze uitvinding maakt het mogelijk ook bont met de stoommachine te weven. En zie eens hoe de ganse machinerie van de weefstoel onmiddellijk stilstaat, zodra de draad van de spoel breekt. Met oplettendheid kan in bontweverijen een man of vrouw op twee getouwen toezicht houden. In de calicotweverijen zelfs op vier tegelijk. De verdiensten zijn dientengevolge veel groter dan bij de handweverij, omdat zij in dezelfde tijd veel meer stukken afleveren kunnen. Bij de handweverij is de bewerking in de hoofdzaak dezelfde, maar de werkman moet daar met de voeten de kammen op en neder bewegen, terwijl hij met de ene hand aan een touw trekt, waardoor de spoel wordt voortgeslagen, en met de andere hand de lade heen en weer beweegt, om de inslagdraad vast te slaan. Zo zit hij op zijn bankje, voortdurend als te dansen. Inmiddels rolt zich het afgeweven gedeelte op de ketting van de boom af. Het goed dat nog steviger moet worden dan het door de gewone bewerking is, wordt, soms na in één grote, rondwentelende trommel gewassen te zijn, op de apparateermachine gebracht, die het met apparateerstof doordringt en door een verwarmd vertrek voert, waar het onder een temperatuur van 120 graden wordt gedroogd. Het wordt daarna vanzelf op houten rollen opgerold, dan op zijn lengte afgesneden, opgevouwen, zo nodig onder een hydraulische pers geperst, in kisten gepakt en verzonden. Voor de bezoeker levert de bontweverij de meeste verscheidenheid en afwisseling op, maar ook de damastweverij zal met hoge belangstelling bezichtigd worden. Wij kunnen daartoe te Borne gelegenheid vinden. Daar is nog één in werking. De overigen, die vroeger in Twente bloeiden, hebben opgehouden te bestaan. Behalve de stoomspinnerijen en de weverijen van witte en bonte goederen vindt men te Oldenzaal nog een jute weverij van paklinnens en koffiezakken, te Enschede een fabriek van molton en gedrukt katoen voor voeringstof, een stoomketting, sterkerij, een machinale fabriek van kammen en rieten die tevens breikatoen levert, een stoomververij, te Delden een fabriek die nevens witgoed ook vijfschacht vervaardigt, te Almelo een stoomververij, drukkerij en chemische wasserij van manufacturen en garens, te Goren fabriek van visnetten en ene pellenweverij, terwijl aldaar ene stoomblekerij voor witte goederen is gevestigd, gelijk te Nijverdal ene voor linnens. Ook in andere takken van nijverheid, die niet met manufacturen in verband staat, is Twente niet achterlijk. Gans in de geest destijds is te Almelo een stoombeiers bierbrouwerij opgericht. De 10 stoomkatoenspinnerijen te Enschede werken
met 68.750 spindels, de 13 stoomkatoenweverijen met 3.274 looms weefstoelen. In Almelo zijn 25.000 spindels in 4 spinnerijen en 2700 weefgetouwen in 7 stoomweverijen aan het werk. De weverij te Nijverdal heeft 1025 looms, die te Ootmarsum 150. In Oldenzaal heeft de spinnerij 23.000, in Hengelo 28.000, in Borne 6.350 spindels. De bondweverijen te Hengelo hebben 600 looms, die te Wierden 100. De weverijen te Goor, te Delden en te Borne ruim 300, 100 en 300. Omtrent die te Oldenzaal en te Frieseveen ontbreken mij de opgaven. Bovendien wordt nog door de handwevers een aanmerkelijk, maar niet juist te bepalen aantal stukken afgeleverd. Daar is dus in Twente leven genoeg op dit gebied. Gijsbert Karel zou niet onvoldaan zijn geweest als hij het Twente van onze tijd had gekend. Eind van deel 6. Deel 7 van Twente. Uit Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 7. In een streek als deze kunnen wij de grote arbeidersvraag niet onaangeroerd laten. Wij stellen niet alleen belang in machines, maar ook in de mens, die, als redelijk wezen, ons nog boven het vernuftigste werktuig ter harte gaat. En niet alleen het uitwendige deze maatschappij willen wij gadeslaan, zo mogelijk willen wij ook haar inwendige toestand leren kennen. Wat is de verhouding tussen werklieden en werkgevers? In welke toestand verkeert de arbeidende klasse, stoffelijk en zedelijk? Wij willen met uw verlof die vraag niet in de binnenkamer of op het studeervertrek behandelen, maar in de vrije lucht, te midden van fabrikanten en arbeiders. Tevens kunnen wij dan de geschiedenis der Twentse nijverheid ter sprake brengen. Het is zondagavond. Wij hebben, als wij mensen willen zien, de keus tussen Karelshaven en het Enschedese Volkspark. Wij kiezen het laatste, niet omdat het in schoonheid met Twickel kan wedijveren, maar omdat het ons voor het ogenblik meer belang inboezemt om de wille der mensen die wij er zullen zien. En het is ons nu om de mens, niet om het bos te doen. Trouw aan ons beginsel wandelen wij. Er is onderweg ook nog wel iets te zien. En wederom, naar gewoonte, wij binden ons aan de straatweg niet. Even buiten het dorp Hengelo komen wij in de gemeente Lonneker. Het is hier in Twente een vreemde verdeling der gemeenten. Lonneker is een zeer grote burgerlijke gemeente die in zeer wijde kring rondom de stad Enschede zich uitbreidt, terwijl de gemeente Enschede zelf binnen de zeer enge grenzen der stad beperkt er middenin ligt. Zo is het ook met Almelo en Delden. In de afzonderlijke gemeenten Ambt Almelo en Ambt Delden gesloten. In de overige gemeenten liggen de hoofdplaatsen dikwijls aan een der uithoeken. Voor geregeld toezicht van burgemeester en veldwachters
is dit hoogst bezwarend. Voor de ingezetenen maakt het de vervulling hunner plichten op de hoofdplaats lastig. En daar de kerkelijke gemeenten der hervormden met de burgerlijke overeenkomen, is er volstrekt geen overeenstemming tussen de feitelijke en de wettelijke toestand. De boeren van Drienen bijvoorbeeld, in de onmiddellijke nabijheid van Hengelo wonende, maar een paar uur verwijderd van Enschede, waartoe zij kerkelijk behoren, hebben met Hengelo een zeer levendige, met Enschede weinig of geen betrekking. Een meer natuurlijke indeling der burgerlijke en kerkelijke gemeenten zou tot de wenselijke zaken behoren. De Rooms-Katholieken hebben in onderscheidene buurschappen hun kerken. In dat opzicht is bij hen de toestand gunstiger. De buurschap Drienen, in Groot- en Klein-Drienen onderscheiden, behoorde vroeger met Oele tot de marke Wolde, die van Wolde, Drienen en Udelo, Oele, hadden in 1431 twist met de buren van Zenderen en Hasselo. Wellicht wordt haar naam reeds in 996 genoemd. Het gedeelte dat aan Hengelo grenst, bevat een vrij grote uitgestrektheid van ouds bebouwde grond, met weiland en houtgewas afgewisseld, van talrijke wegen doorkruist. Een groot aantal boerenhoeven en katersteden wordt aangetroffen. Gans anders is het aan de zuidzijde van de straatweg. Daar vindt men nog de onafzienbare lage heidevelden, waaruit alleen het dichte bos zich verheft, onder welks eikenstammen de welvarende boerderijen der buurschap Tekkelo aan de Waarbeek liggen verspreid. Daar vindt gij u nog geheel in het oude Twente verplaatst. De spoorbaan doorsnijdt dit woeste gedeelte en de reiziger, die er gebruik van maakt, ontvangt nog altijd, evenals Hogendorp in zijn tijd, de indruk dat de steden en dorpen te midden van onontgonnen wildernissen liggen. Reden genoeg voor ons om de wandeling door Drienen te verkiezen. Waarlijk, onze moeite blijft niet onbeloond. De veel langere tijd die wij nodig hebben, is niet verloren. Het is een liefelijk landschap, met zijn hoge golvende essen, vaak van schilderachtige knoteiken omzoomd, met zijn holle wegen en zijn groene weiden, tussen elzen en dennen gevat, met zijn brede sparrenlaan bij de Drienerbeek en het woeste bosplein daarnevens, waar de statige dennengroepen als ranke zuilen opstijgen in de heldere lucht, met zijn oude boerenhuizen om wier hellende houten gevels de wingerd zijn wilderige ranken slingert en over wier hoge daken vaak de eiken hun krachtige armen uitslaan, met de van planken en leemwerk opgeslagen schuren en schuppen, dikwijls zo prachtig van vorm en van kleur, met de levendige stoffering van rood en zwart en vaalbonte runderen en de weidende schaapskudde op het hoge kampje Stoppelland, door kloeke eikenstammen omlijst, geeft het u eene andere, hoogst aantrekkelijke zijde van het Twentse landschap te aanschouwen en te genieten. Anders gesteld is het wanneer wij de Drienerbeek zijn overgegaan. Daar is de grond vlak en eentonig. Daar breiden de grote heidevelden zich uit, waar de witte wieven nog in de oude grafheuvels wonen. En nog leven er de verhalen omtrent haar verschijningen, aan wie haar durfden tergen. Daar is het als in de dagen toen de Romein Tacitus schreef dat de Germanen afgezonderd en eenzelvig leefden en dat ieder zijn huis met een zekere ruimte omgaf. Wij zouden dan hier ook zonder schade de straatweg kunnen opzoeken, die niet zeer ver is,
tenzij wij een bezoek wilden brengen aan eene overoude boerenplaats die toch iets meer dan een boerenplaats is. Te midden van weelderig groeiend houtgewas ligt een breed en laag gebouw van eene verdieping, ganschelijk verschillend van de gewone Twentse boerenhuizen. Het ruime voorhuis en de grote vertrekken dragen de stempel van een herenhuizinge uit de 17e eeuw. Van de voormalige grachten worden nog overblijfselen gezien en in de grond moet nog vrij wat oud en zwaar muurwerk zitten. Dit is het Hof Espelo, de oude Meijerhof van Lonneker, gelijk de eigenaar en bewoner, afstammeling van een Spaanse hopman die om eene Oldenzaalse schone zijn zonnige vaderland voor de Twentse heide verruilde, ook nog altijd als de Hofmeijer bekend is. In Twente wordt niemand bij zijn eigen naam genoemd, althans geen Twentenaar van ouder tot ouder. De boeren worden genoemd bij de hoesname, de naam van het huis. Velen wier vaderen lang de plaats hebben bezeten, hebben werkelijk ook dezelfde naam. En de in Twente zo veelvuldig voorkomende uitgang, ink, wijst ook op huis of goed, niet op een persoon. De burgers in stad en dorp dragen allen scheldnomen. Gij kunt lang in Twente verkeerd hebben zonder te weten hoe de mensen die gij dagelijks ziet eigenlijk heten. Espelo was van ouds een meijerhof. De bewoner zal de Hofmeijer heten, ook al is hij van gans ander geslacht dan de tegenwoordige eigenaar. En Espelo is de Meijerhof gebleven, al is het sinds 1770 een eigen goed, in plaats van de hoeve, bewoond en gebruikt door de opzichter en beheerder der goederen die de kanunniken van Sint-Pieter te Utrecht in deze streek bezaten. Oude namen hebben hier een taaie levenskracht. De overlevering verhaalt dat Espelo een gesticht der tempelheren was en dat bij de opheffing van de orde in 1312 alle bewoners werden vermoord, behalve twee ridders, waarvan de een op de hertenjacht was en de ander te Utrecht vertoefde. In hoever deze overlevering vertrouwen verdient, is moeilijk na te gaan, maar daar de Malteser orde, die van paus Clemens V, de bezittingen der tempelieren ontving, in de omtrek van Espelo onderscheidene landerijen en erven bezat, terwijl een voetpad van de Hof naar de naburige Lonnekerberg nog de Munkenweg heet, is het mogelijk dat de volkszage niet zo ver van de waarheid verwijderd is. Op het huis moet nog ene kapel aanwezig zijn, waarschijnlijk uit de tijd toen de openlijke uitoefening der Rooms-Katholieke godsdienst verboden was, maar wij krijgen die niet te zien. Over het algemeen is in Twente het opsporen van oudheden, vooral van geschreven stukken, niet gemakkelijk. De landbewoner is gul en gastvrij. Gaarne ontvangt hij u bij zijn vuur van rijshout en plaggen en praat hij over allerlei dingen, terwijl de vrouw koffie schenkt en stoete op de ronde klaptafel zet. Gij doet hem te meer genoegen naarmate gij meer daarvan gebruikt. Maar vraagt gij hem of hij soms nog oude papieren heeft, dan kruipt hij terstond in zijn schelp, dan wordt hij teruggetrokken en wantrouwig. Dat iemand voor zijn genoegen oude zaken opspoort, kan hij zich niet voorstellen. Daar moet iets achter zitten. Hij is bang voor een proces. Het kan zijn dat iets van de oude vrees voor de drosten hem nog in het bloed zit. En wantrouwen tegenover een heer, ene plooi in het volkskarakter is geworden. Misschien komt bij sommigen ook de conscientie wel in het spel.
Men zegt dat het bij de markeverdeeling niet altijd volkomen naar recht is gegaan, en deze en gene wel wat meer land heeft gekregen dan hem zou toekomen. Nog altijd spoken, naar het volksgeloof, landmeters en markerichters veroordeeld om met een vorige ketting zolang de markegronden nacht op nacht te meten, totdat het land aan de rechthebbende gekomen is. Wij zijn nu reeds verre van Espeloo afgedwaald en hebben door de heide, die hier allengs ontgonnen wordt, de straatweg bereikt. Zie, daar ligt de rechterzijde in het veld een zonderlinge bouwval. De romp van een vervallen ronde toren tekent zich tegen de lucht. Door de open vensterbogen van het hoofdgebouw ruist de wind. Is het de ruïne van de oude burcht van Enschede, die nog in de eerste helft der 16e eeuw zijn hoge tinnen verhief en met zijn sterke wallen de omtrek der stad beschermde? Treed toe, misleide, naderbij, bespied aan de ene en de andere zij. Wat gij hier ziet is niet het overblijfsel van een middeleeuws kasteel. Het is het begin en het einde eener ontworpene ijzersmelterij, Tubantia, opgericht om het oer dat menigvuldig in de heide voorkomt en veel naar Duitsland verzonden wordt, op de plaats zelf te smelten en zo de grondstof te leveren voor de ijzergieterijen en machinefabrieken in de omtrek. Evenwel, de onderneming kwam niet tot stand. De half opgetrokken gebouwen bleven onvoltooid en verlaten. Maar soms komt er leven in de doodse ruimten, als de Twentse afdeling der Maatschappij van Landbouw in Enschede vergadert, dan is hier tentoonstelling van vee, van landbouwwerktuigen en producten. Dan waaien de vlaggen en plooien zich de festoenen van groen langs de venstergaten. Dan staat op het grote plein het vee geschaard en is er de kantine opgeslagen ten gerieve van dorstige bezoekers. Dan verdringt zich hier de bevolking voor 1/10 belangstellende, voor 19 nieuwsgierigen in de uitgestrekte zalen rondom de voortbrengselen van de akker en bij de machines die in werking zijn. En zo fel kan de zomerzon niet branden, of in het allerbekrompenst vertrekje der kleine herberg bij het feestterrein gaat de landjeugd ten dans. Op het gekras der viool beweegt zich de massa met onbeweeglijk ernstige gezichten, onder schoorgezang en handgeklap, enige passen voor en achteruit in opmerkelijke eentonigheid. Dit is een boerendans. De merkes uit de fabrieken hebben de naam dat zij zeer goed dansen, gelijk zij het ook zeer gaarne doen. Bij het naderen van Enschede een enkele herinnering aan haar oude geschiedenis. Veel is er niet van bekend. Herhaaldelijk zijn haar archieven door brand vernield. Uit de toen nog op het stadhuis aanwezige papieren werd in 1855 een kroniek der stad opgemaakt en geplaatst in de Enschedese Courant van 10 en 24 januari en 7 februari van dat jaar. Ook dit exemplaar is reeds zeldzaam geworden. Van het grote bos dat zich nog omstreeks 1180 rondom de plaats uitbreidde en waar de graaf van Dalen, heer van Diepenheim, 12 varkens akeren bezat, is sinds lang niets meer over, maar in 1604 werd er nog een wild hert geschoten dat Enschede, ook Anze of Enze genoemd, vroeger eene heerlijkheid was, laat zich vermoeden, daar onder de gevallen edelen bij Ane in 1227 ook een Ulrich van Enschede voorkomt. In 1200
1828 werd de stad door de bisschoppelijke troepen in de asch gelegd. Toen of later schijnt zij aan het bisdom van Utrecht te zijn gekomen. In 1323 belooft de bisschop de gemeene stad van Enschede te handhaven in de vrijheden en rechten door de vorige bisschoppen haar verleend. In 1325 ontving Enschede stadsrechten van bisschop Jan van Diest, maar ook de graaf van Solms had er rechten, vermoedelijk van zijn vrouw afkomstig. Althans, haar zuster moest ook toestemming geven tot de verkoop ervan. Toen Jan van Diest die in 1331 kocht, was Enschede geheel aan het bisschop verbonden. Rudolf van Diepholt verpandde in 1437 stad en kasteel, nevens geheel Twente, aan Jan van Weleveld. Aan de rampen van de Gelderse oorlog had zij ruim haar deel. In 1597 werd de stad door prins Maurits genomen en ontmanteld. Van de Münstersen had zij in 1672 veel te lijden. Een zware brand teisterde haar in 1750. Toch hief zij telkens weer fier en moedig het hoofd omhoog. Einde van deel 7. Deel 8 van Twente. Uit Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 8. Wij verwachten niet in Enschede een oude Twentse stad te vinden. De 7e mei 1862 werd de ganse stad in as gelegd. Desmiddags, omstreeks 1 uren, werd de bevolking verschrikt door het gerucht dat er brand was. In een der achterstraten sloeg de vlam uit een arbeiderswoning. Welhaast greep zij met geweld om zich heen. Vruchteloos beproefd het onheil in zijn begin te keren. Door het droge warme voorjaar waren de menigvuldige houten gevels tot zoveel gevaarlijke punten geworden waar de vlam voedsel vond. Het koninklijk bezoek, voor weinige dagen aan Twente gebracht, had in de woningen der armen een overvloed van brandstof doen opeenhopen in de dorre dennetakken en stammen van de menigvuldige versieringen overgebleven. Water was er weinig. In weinige ogenblikken staat een ganse rij huizen in brand. Straks ook de overzijde der straat. De vuurzee breidt zich uit, golft verder en verder. De bewoners der bedreigde buurten bergen hun goederen in het deel der stad dat beneden de wind ligt. Vergeefs. Als gewoonlijk bij zulke geweldige branden gaat er een wervelwind over de ongelukkige stad. In alle richtingen worden de vlammen voortgezweept. Het houtwerk, door de hitte geblakerd, vat overal als vanzelf vuur. De spuiten zijn reeds lang verbrand op de straten. Van rondom is hulp ontboden en gezonden, maar nog niet aangekomen. Wagens vol geredde goederen moeten worden achtergelaten om althans het leven te behouden. Daken en gevels vallen in met doffe dreun. Zware machines ploffen in de hoge fabrieken naar beneden. De klokken storten daverend neer in de uitgebrande romp van de toren. In weinige uren is het lot van Enschede beslist. Omstreeks 7 uren is men de brandmeester, omdat binnen de ganse omtrek der stad niets meer door het vuur te verwoesten is. Wel opmerkelijk is het dat ondanks de verschrikkelijke snelheid waarmee de vlammen zich uitbreiden
in de ontzettende verwarring van de algemeene ramp maar één menschenleven verloren ging. Niet vernietigd was Enschede's energie. Spoedig verrees de stad weer uit haar puin. Welnu, wij zullen dan eene ganse nieuwe, eene 19e-eeuwse stad zien. Zal zij ons voldoen? Over de smaak valt niet te twisten. Wat mij betreft, ik meen u te moeten waarschuwen. Verwacht niet te veel. Wij zullen nieuwe huizen zien, zelfs prachtige huizen, met spiegelglas, met de bekende gegoten krullen en versierselen, met Portlands cement. Door de grote ruiten zullen wij hier en daar de blik in grote, rijk gemeubelde kamers werpen, waarvan wij kunnen onderstellen dat zij aangenaam ter bewoning zijn. Maar de karakterloze stijl van onze tijd eist, wanneer hij nog enige indruk zal maken, de lange, brede, rechte straten eener moderne stad. Dat wordt hier gemist. De toenemende bevolking blijft gedrongen binnen de enge ring die de oude rondlopende gracht heeft afgebakend. Bij de brand waren de fundamenten, voor een deel ook de muren der huizen gespaard, en bij de herbouw werd, niet onnatuurlijk, het overgeblevene gebruikt. Het nieuwe Enschede behield meest dezelfde kromme straten, ofschoon hier en daar verbreed. Daar voldoen de nieuwerwetse gebouwen niet, en de geringere buurten missen dien stempel van oudheid en ernst die ook het verval eerbiedwaardig maakt. Enschede, evenmin de type ener oude als ener nieuwe stad, verloor zijn karakter. Alleen een paar deftige gevels uit de vorige eeuw, door de brand gespaard, geven enige afwisseling, en het enige nieuwe gebouw dat karakter heeft is de Rooms-Katholieke kerk in Romaanse stijl opgebouwd en inwendig naar de eis rijk en smaakvol versierd. Van de hervormde kerk bleven wel de zware muren van Bentheimersteen overeind, maar het inwendige werd hersteld, weinig in overeenstemming met het kloek en ernstig voorkomen van het oude bedehuis. Bovendien heeft Enschede iets doods en ledigs, omdat de fabrieken en de woningen der fabrieksarbeiders allen naar de buitenzijde werden verplaatst. In de stad zelve bemerkt men weinig of niets van de levendigheid die een bloeiende nijverheid met zich brengt. Maar behalve dit betrekkelijk gemis is de opeenhoping der arbeidende klasse in daartoe gebouwde wijken niet zonder gevaar. Dat gevaar bedreigt niet zozeer de gezondheid, want de straten zijn ruim en luchtig, de woningen voldoende. Maar in tijden van spanning en ontevredenheid, die in fabriekplaatsen niet zeldzaam zijn, heeft men daar hoogst bedenkelijke brandpunten van oproerigheid. En ook in gewone omstandigheden is het voor rijken en armen beiden goed als zij elkander ontmoeten. Welnu, hoe is dat in Enschede? Opzettelijk nodigde ik u uit om op zondag een bezoek te brengen aan de stad en haar bevolking. Het spreekt vanzelf dat anders een gewone werkdag, als alle arbeid in volle gang is, voor de kennismaking met eene nijvere plaats als deze vrij wat geschikter is. Maar wij kunnen ons bezoek immers herhalen, of, zo niet, wij kunnen ook elders fabrieken zien van dezelfde aard. Doch wat wij op zondag in Enschede zien, is voor zover ik weet enig in zijn soort, althans in ons vaderland. Het is ons bepaald om het volkspark te doen. Niet ver van het station, langs de kale spoorwegdijk, leidt een nog jonge laan ons derwaarts. Reeds van verre ziet gij het verversingsgebouw van boomgroepen omringd, en reeds op grote afstand hoort gij het gerucht van mensenstemmen, als een stemme veler wateren. Gij bemerkt
dat het er vol is. Scharen van wandelaars bewegen zich door het park, langs de ruime grasperken en de slingerende waterpartijen. Bij de menigvuldige schommels en wippen ziet gij de jeugd vertegenwoordigd. Om op de berg het ruime uitzicht te genieten, volgt menig gezelschap het spiraalvormig pad tot waar op de top de driekleur uitwaait van de hoge vlaggenmast. Anderen houden zich in de nabijheid der muziektent om niets te missen van de tonen die zich daar van tijd tot tijd laten horen. Het volst is het in de omtrek van de smaakvolle restauratie met haar veranda's en balkon, van waar wij de stad met haar torens en schoorstenen overziet. Daar zitten groepen van fabrieksarbeiders, van kleine burgers en winkeliers, van dienstboden met haar welbeminden. Maar daar zitten ook de heren en dames. De grote fabrikant is er met zijn vrouw en dochters. Op de voet der meest volkomen gelijkheid zijn zij er gezeten aan tafeltjes die zij zelven hebben veroverd, op stoelen die zij zelven hebben gehaald, en zij drinken bier uit glazen die zij zelven aan een der buffetten hebben laten vullen. In de week is ook thee en koffie verkrijgbaar. Op zondag zou dat te omslachtig zijn. Dan is ook geen eigenlijke bediening mogelijk. Ieder helpt zichzelf, zowel de heer als de knecht. Daar heerst vrolijkheid, geen luidruchtigheid. Daar is gewoel, geen gedrang. Vrijheid, geen losbandigheid. En wat gij ook ziet, geen politiedienaar, tenzij misschien een enkele die als privaatpersoon in politiek ook zijn glaasje bier drinkt. En waarom hij niet even goed als de burgemeester? Zie, dat doet goed. Zo ontmoeten elkander rijken en armen. Zo geniet de volksklasse in gezelschap der meer gegoeden, de meer ontwikkelden. Sterke drank is niet te verkrijgen, maar voor goed en goedkoop bier is gezorgd. Geldelijk voordeel hoeft het volkspark niet op te leveren, en dat het volk wel kan en wil genieten zonder jenever, als de gelegenheid daartoe gegeven wordt, kunt gij hier bewezen zien. Dat het zich fatsoenlijk weet te vermaken zonder enige dwang, kunt gij hier opmerken. Maar dit park is ook zijn eigendom, en het is waard het lief te hebben en er trots op te wezen. Het volk zelf houdt toezicht. Op een bord bij de ingang staat het opschrift te lezen waarin het volkspark onder de hoede der ingezetenen wordt geplaatst. Welnu, bloemperken vindt gij er in overvloed, maar geen bloem wordt baldadig geschonden, geen grasperk moedwillig vertreden. Duizenden, tienduizenden hadden in 1874 het park bezocht, maar de commissie behoefde in haar verslag niet meer dan 36 gulden 54 voor verlies aan het gehele materiaal te vermelden. Over opzettelijke vernieling of beschadiging in het uitgestrekte terrein behoefde geen enkele klacht te worden gedaan. Hulde aan Hendrik Jan van Heek, die het volkspark aan Enschede schonk. Belangrijke sommen vermaakte hij bij zijn overlijden, die ten bate van het volk moesten worden besteed. Zijn erfgenamen zorgden daaruit onder andere voor de aanleg van het volkspark, dat later aan de stad in eigendom werd overgedragen. Van de boerenerven die hier vroeger bestonden, is nog de laan van Jong, maar welig was het eikenhout over. Het overige van het terrein werd sierlijk aangelegd, voor verkwikking, maar ook voor het vermaak van oud en jong werd zorg gedragen. Ook een ijskelder werd aangelegd, waaruit tevens ijs voor geneeskundige behoeften tegen matige prijs verkrijgbaar kan worden gesteld. Een kapitaal werd vastgesteld
tot aankoop en onderhoud van het noodige en eene commissie aangewezen tot bestuur en beheer. Wel mag in de restauratiezaal zijn beeltenis worden bewaard. Wel mocht de burgerij van Enschede en Lonneker hare weldoener het gedenkteken stichten dat niet ver van de ingang hem gewijd werd. Voorlopig is de proef uitstekend gelukt en er is geen reden van vrees dat later dagen het zullen bewijzen dat de stichter van het volkspark zich in de geest van fabrikanten en arbeiders had vergist toen hij op hen rekende om zijn stichting te waarderen en te beschermen. Zetten wij ons hier eens neder. Dit tafeltje is onbezet. Een paar stoelen vinden wij wel. Ga een glas halen en laat het vullen aan het buffet. Gij kunt daar bier bekomen voor 7 en voor 4 cents. Ontzeg u ditmaal de wilde van het 7 cents bier. Gij kunt dan proeven wat het volk drinkt. Onder deze omstandigheden behoeven wij niet veel vrees te koesteren dat de opeenhoping der arbeidende bevolking in afzonderlijke wijken gevaarlijk zal zijn voor de rust. De verhouding tussen werkgever en werkman kan zeer voldoende worden geacht, terwijl ook de oprichting van een ziekenfonds en van eene fabrieksschool van de belangstelling der fabrikanten in het lot der arbeiders getuigt. Zeker zijn niet alle bezwaren weg te nemen die de fabriekmatige, vaak zeer eentonige en werktuiglijke arbeid in vereniging met velen voor de lichamelijke en zedelijke ontwikkeling des volks met zich brengt. Een zorgeloos leven bij de dag, een gebrekkige opvoeding voor het huisgezin, zijn grote schaduwzijden van het tegenwoordige stelsel. Zijt gij toevallig getuige van de loting der dienstplichtige jongelingschap, dan kunt gij gemakkelijk de boerenjongens van de fabriekskinderen onderscheiden. Gij vindt dat Eliot Boswell veel te veel idealiseert als hij voor zijn Roeltje, het knaapje dat in huis moet spinnen, de fabrieksschoorsteen als symbool en profetie zijner verlossing laat oprijzen. Maar gij acht ook de welbekende schilderingen van de diepgaande ellende der fabrieksarbeiders zeer overdreven. De werkman behoeft geen weerloos slachtoffer te zijn van hebzuchtige fabrikanten. De concurrentie zelve maakt dat onmogelijk. Niets belet hem elders werk te zoeken wanneer hij uitgezogen en mishandeld mocht worden. En was diezelfde concurrentie de oorzaak dat de kinderen te vroeg werden gebruikt, was het voor een enkel welgezind fabrikant onmogelijk dat misbruik na te laten, zolang niet allen samenwerkten. De invoering van de wet op de kinderarbeid is in Twente met ingenomenheid begroet. Reeds vroeger was van die zijde op wettelijke regeling aangedrongen. En toen de wet in werking kwam, behoefden in Enschede en Lonneker slechts 3 kinderen als te jong uit de fabrieken verwijderd te worden. De fabrikanten hadden hier reeds 10 jaren geleden voortgezet onderwijs voor alle fabriekskinderen verplichtend gemaakt, terwijl zij geen kind tot de arbeid toelieten dat niet met vrucht lager onderwijs had genoten. In geheel Twente waren sinds lang aan al de fabrieken scholen verbonden en ontbraken gegronde of vermeende grieven niet. Over het algemeen is de toestand der arbeidende klasse volstrekt niet ongunstig te noemen, vooral niet waar meer dan 1 fabriek is gevestigd en dus mededinging bestaat, dwingend in eigen belang, waar goede wil mocht ontbreken. Maar die goede wil wordt in de regel in Twente niet gemist en gelijk het volkspark in Enschede daarvan een krachtig teken is, zo werken het mede om in Twente te kweken en te voeden een geest
van wederzijdsche welwillendheid, van onderling vertrouwen, van wederkeerige waardeering, die geest der liefde bij rijken en armen, bij werkgever en werkman, die toch ten slotte alleen de oplossing der maatschappelijke vragen en de genezing der maatschappelijke kwalen geeft. In hoever de Twentse nijverheid haar ontstaan te danken heeft aan vluchtelingen die in de tijd der hervorming of wellicht reeds vroeger de vervolgingen in deze afgelegen streken zijn ontweken, kan ik niet beslissen. Plinius verhaalt dat de volkstammen in deze streken uitmunten in de kunst van fijn linnen te maken en dat de vlasbouw bij hen op een hoge trap stond. Opmerkelijk is het dat nog in het begin deze eeuw de industrie nagenoeg geheel in handen van doopsgezinden was. De doopsgezinde gemeente te Almelo trok een deel van haar inkomsten uit het verhuren van weefgetouwen. Aan Wolter ten Kate, Wolterstroom, predikant te Hengelo, in 1796 gestorven, had vooral de plaats zijner inwoning voor haar nijverheid en welvaart veel te danken. Toen Hogendorp Twente bezocht, werd er nog voornamelijk linnen gefabriceerd, hoewel ook de katoen er begon bewerkt te worden. De garens werden in de huizen gesponnen. Ieder huis was een kleine fabriek en ieder boer was wever, gelijk ieder wever zijn stukje land bezat en bebouwde. Die gelukkige vereniging van landbouw en nijverheid noemt hij een der grote voordelen van Twente. Evenwel, met Engeland, nog met België, kon de Twentse fabrikant concurreren, vooral door gebrekkige machinerie. Hoogbeschermende rechten moesten ten zijnen behoeve geheven worden en behalve het nadeel daaraan voor de nijverheid zelf verbonden, was een uitgebreide smokkelhandel daarvan het verderfelijk gevolg. Bij de scheiding van België scheen de toekomst hopeloos. Het liet zich aanzien dat de Belgische fabrieken in de behoeften onze koloniën zouden moeten blijven voorzien, terwijl de Noord-Nederlandse industrie de ongelijke strijd zou moeten opgeven. Het kan dan ook niet ontkend worden dat de sympathie in Twente ook om andere redenen met de zuidelijken was en de schutterij aanvankelijk niet dan zeer ongaarne de veldtocht medemaakte. Toch is juist de afscheiding van België de opkomst der Twentse nijverheid geweest. Grote dank is het landschap verschuldigd aan de Nederlandse Handelsmaatschappij die in 1833 te Goor een weefschool oprichtte. Straks, door de gunstige uitkomst aangemoedigd, ook te Holten, Enter en Diepenheim en bepaald met het oog op het fabrikaat van linnens te Nijverdal. Engelse weefgetouwen van verbeterde samenstelling werden daar ingevoerd en aan kinderen en volwassenen werd de behandeling van dit werktuig geleerd. Van hieruit verspreidden zich bekwamer arbeiders en betere machines over geheel Twente, dat voortaan de mededinging met België zeer goed kon volhouden, terwijl de welvaart door meerdere verdiensten van fabrikant en arbeider beiden als bij de dag toenam. Toen de Handelsmaatschappij het nieuwe systeem alom zag overgenomen en toegepast, trok zij zich terug en liet terecht aan de particulieren de arbeid en de voordelen over. Aan haar de eer dat zij heeft begrepen en dat zij heeft gegeven wat Twente nodig had. Sinds veranderden weer de omstandigheden. De stoomfabrieken kwamen. Het spinnen in huis verviel geheel. Het katoen verdrong nagenoeg het linnen. De vereniging van landbouw en nijverheid bleef geen regel meer. De oude Twentse bevolking ontving een aanmerkelijke toevoer van buiten
en onder andere omstandigheden groeide een nieuw geslacht op. Daar werd veel verloren en veel gewonnen. Moge Twente de vruchten van die nieuwe toestand in overvloed genieten en voor de schaduwzijde daarvan zoveel mogelijk bewaard blijven. Einde deel 8. Deel 9 van Twente. Uit Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 9. Uit het Enschedese Volkspark, waar wij ons een ogenblik in oude en nieuwe dingen verdiepten, verplaatsen wij ons als met een toverslag naar Almelo. Hebben wij de ene stad gezien, dan mogen wij de andere niet onbezocht laten. Wij zullen lichtelijk opmerken dat beide plaatsen een zeer verschillend voorkomen hebben. Almelo heeft veel meer het karakter eener oude Twentse stad bewaard, gelijk zij eene heerlijkheid bleef en het kasteel harer heren nog aan haar vesten paalt. Een zeer oude plaats kan Almelo zijn. Reeds in de 9e eeuw komt de naam Amalo voor. Een blinde, Elwold genaamd, uit Amalo, kreeg op het graf van de heilige Lutgerus het gezicht terug. Men houdt dit voor ons Almelo. Een zeer belangrijke heerlijkheid was het zeker. Merkwaardig is het dat zij reeds 5,5 eeuw in hetzelfde geslacht is. Behoudens de jaren tussen 1562 en 1607, waarin zij onrechtmatig was vervreemd. Maar ook daarom verdient zij de opmerkzaamheid, omdat hare heren ten alle tijde een grote mate van onafhankelijkheid tegenover de bisschoppen hebben weten te bewaren. Van ouds, een vrij eigen goed, is het nooit rechtstreeks aan het sticht onderworpen geweest. Verbonden werden soms gesloten, zekere hulde van tijd tot tijd de bisschop gebracht, nu en dan eens bescherming bij de landsheer gezocht, maar de band was altijd zwak. De wederzijdse rechten en verplichtingen bleven onbepaald. Niet van de bisschop, maar van Egbert van Heekeren ontving Almelo in 1420 stedelijke rechten. En ook in de tijd der Republiek waren de heren van Almelo en die van Boekhorst de enigen in Overijssel die in hunne heerlijkheden laag en middelbaar rechtsgebied hadden, terwijl die van Almelo bij vergunning van de Staten ook de hoge jurisdictie uitoefenden. Over dit laatste punt rezen voortdurend geschillen, en daar werden een menigte van stukken gewisseld, waardoor wij de geschiedenis der heerlijkheid Almelo veel beter dan die van menige andere kennen. Tot de heerlijkheid behoort sinds eeuwen ook het naburige Friezeveen, waar een aantal Friezen zich in 1420 hadden gevestigd, ter ontginning van de woeste veengrond. De eerste die met de naam van Almelo in de oorkonden voorkomt, is Everard van Almelo in 1165. Blijkens het wapen, 6 lelien, waren zij waarschijnlijk aan het oude geslacht der heren van Amersfoort verwant. Een erfdochter, wie recht evenwel aanvankelijk betwist werd, bracht de heerlijkheid niet lang na 1336 aan Evert van Heeker, gezegd van der Eze, terwijl zij in 1457 aan die tak der Heekerens kwam, die zich van Rechteren noemde, en aan de heren
sinds 1705 graven van Rechteren, behoort zij tot op dezen dag. Almelo ligt in eene streek die oudtijds zeer moerassig en waterrijk moet zijn geweest. Hier stromen de beken uit de omtrek heen en tot het jaar 1405 scheidde een grote waterplas Almelo van Wierden, Wedervoort. Een veerschuit die de heren van Almelo toebehoorde, moest de reizigers overbrengen. Het gemis van het veergeld werd vergoed door het recht om te Wierden ene tol te heffen, en vermoedelijk was het verkeer zo gering niet op een weg die zowel Kampen als Deventer, beiden eenmaal belangrijke hanzesteden, met Duitsland verbond. Het was deze overvloed van fris en helder water die naar Hogendorps gissing tot Almelo's opkomst aanleiding gaf. Uit Holland werden de linnens aanvankelijk naar Zwolle, vervolgens herwaarts gezonden om gebleekt te worden, en zij brachten er welvaart en bloei. De rivier de Regge verschafte haar, boven de andere Twentse plaatsen, een wel gebrekkige, maar toch geenszins verwerpelijke waterweg, en haar lage ligging maakte het mogelijk de stad later aan Zwolle te verbinden door een kanaal dat zoveel goeds gewerkt heeft en nog bij voortduring werkt. Dit kanaal met pakhuizen en fabrieken, met de woningen en villa's aan zijn kaden, met de schepen in zijn haven, geeft aan deze zijde van Almelo een meer Hollands dan Twents karakter. Hier ligt ook het stationsgebouw. Hier verrees in weinige jaren als een nieuwe stad, die wel, als Enschede, de stempel onze moderne steden draagt, maar ruimer, regelmatiger en veel levendiger is. En in het andere deel van Almelo, de lange, tamelijk brede hoofdstraat, waarachter enkele zijstraten en achterbuurten zich verbergen, is in de gevels der nette, vaak deftige en aanzienlijke herenhuizen, minder pracht, maar veel meer afwisseling te vinden. Almelo kan men het aanzien dat het een geschiedenis heeft en allengs is geworden. Enschede is gemaakt, en met haar archieven ging ook haar verleden in de grote brand als verloren. Van het stationsgebouw leidt ons de weg langs grotendeels nieuwe huizen voorbij de stichting ter herinnering aan Johanna Frederica Peits, tot weeshuis en bewaarschool ingericht, en voorbij het gerechtshof met de daaraan verbonden cellulaire gevangenis, een klein, onaanzienlijk gebouwtje, niettemin met een zeer groot in hardsteen gehouwen wapen prijkend, trekt in het voorbijgaan onze aandacht. Het is het oude Sint-Antonie gasthuis, ter huisvesting van enige oude mannen en vrouwen bestemd. Niet ver van hier stond het aan Sint-Catharina gewijde klooster voor Franciscaner nonnen, dat in 1407 gesticht, in 1665 afgebroken werd. Al vinden wij nog lang daarna kloosterjuffers van Almelo onder de dochters van adellijke huizen die uit de kloostergoederen zekere inkomsten trokken. Aan het ruime plein bij de haven staat de gewezen beurs, en nu hebben wij weldra de grote straat bereikt, die wij volgen totdat wij door een zijstraat een pleintje ontdekken waarop zich de kerk der hervormden verheft. Dit is het oude middelpunt van Almelo. Hier werd in 1236 door Hendrik van Almelo ene kapel gesticht die bijna 500 jaar bestond, en in 1733 door het tegenwoordige gebouw werd vervangen. Hier moet ook het slot hebben gestaan dat Egbert van Almelo in 1318 aan Reinoud, de zoon des graven van Gelre, als een open huis opdroeg,
en van hem weer in leen ontving. Het slot waaruit latere heren vaak den bisschop trotseerden. Dat in augustus 1591 door graaf Herman van den Berg met een dertigtal soldaten werd voorzien om tegen de aanslagen der staatse partij beveiligd te zijn en in juni 1593 Sauvegarde verkreeg, niet onnodig voor de toenmalige bewoonster een al de bedachte persona en voor de schoenen jufferkens die op het huis waren. Later moet het in de tijden van onrust en beroering tot op de grond zijn afgebrand en Zege van Rechteren bouwde op enige afstand in 1662 een nieuw kasteel, het nog bestaande huis te Almelo. De kerk, oorspronkelijk de slotkapel, is tegenwoordig een ruime kruiskerk met koor van Bentheimer steen. Boven de deuren prijken de wapens van de stichter en van zijn gemalin, de gravinne van Isenburg, en van zijne dochter en erfgename, die achtereenvolgens met twee graven van Rechteren was gehuwd. Door haar eerste echtgenoot is de titel van graven van Limpurg aan de Rechterens van Almelo gekomen. Haar viel het lot te beurt de ontzettende verandering te beleven die op het einde der vorige eeuw de zo lang gehandhaafde, de ook door haar met zoveel volharding verdedigde rechten van haar hoog edelhuis als met eenen slag vernietigde. In de kerk staat de schone tombe van wit en zwart marmer, opgericht ter nagedachtenis van Adolf Hendrik van Rechteren, de uitstekende man die in velerlei betrekking zijn vaderland heeft gediend en door de Duitse keizer in 1705 tot rijksgraaf werd verheven. De schat van brieven en bescheiden van hem in het archief op het huis bewaard is een gedenkteken dat hij onbewust zichzelf heeft gesticht als een getuigenis van zijn veelomvattende werkzaamheid, van zijn helder oordeel, van zijn edel karakter, van zijn warme vaderlandsliefde. Van de kerk kunnen wij langs een smal pad tussen arbeiderswoningen en de gracht van het kasteel het huis gaan bezoeken. Het ligt met de achtergevel naar de stad gekeerd en is ervan gescheiden door een vrij uitgestrekte tuin, door grachten omringd en van een zo dichte gordel van boomgewas omzet dat het oog nergens in dit heiligdom kan doordringen. Uit de stad voeren twee met iepen beplante lanen naar het kasteel. Aan de ene ervan ligt de nieuw gebouwde hogere burgerschool, aan de andere de moestuin van het slot. Hier brengt ons voetpad ons heen en slaan wij nu de laan in die dwars voor het huis heen loopt. Dan hebben wij het weldra voor ons. Een deftige huizinge met twee uitspringende vleugels, maar niet door zijn bouwstijl uitmuntend. Het hoofdgebouw tussen de vleugels wordt bijna geheel door de ruime vestibule en de grote trap ingenomen. De toegang tot het huis wordt gevormd door een niet zeer lange, maar brede en statige iepenlaan die tussen een rijke en smaakvol aangelegde bloementuin naar de brug over de buitengracht en het voorplein met zijn begroeide stalgebouwen en bloemperken leidt, als afgezonderd van de woelige bedrijvige wereld eromheen, als een overblijfsel uit een gans andere maatschappij dan onze moderne, met haar stoomfabrieken en spoorwegen, met haar burgerscholen en haar burgerrechten, ligt er het adellijk slot in eenzame grootheid. Het hart van het volksleven is van het hoge huis verplaatst naar het kanaal en het station, naar fabriek en kantoor. Geen dam van papieren, van deducties en bescheiden kon de stroom der nieuwe tijden keren.
met den rug naar de stad gewend, in zijn grachten en singels opgesloten, ligt daar het slot, alsof het zelf gevoelde dat het een anachronisme is in het wenthe der negentiende eeuw. Maar het front heeft het gekeerd naar wat nog altijd het sieraad van Almelo is, naar de brede, vorstelijke eikenlaan met zijn krachtig en toch zo sierlijk gewelf van takken en bladeren, tussen weiden en velden, door bosjes begrensd, hier en daar door kloeke stammen of schilderachtige boomgroepen overschaduwd, straks tussen bospartijen en langs de slingerpaden van een nieuwe aanleg die nog wat tijd nodig heeft om aantrekkelijk te worden, maar ook in de nabijheid van hoge prachtige dennen leidt de laan naar een veelbezocht uitspanningsoord, van ouds als het jagertje bekend en bij oud en jong in Almelo geliefd. Als wij ons onder de nette veranda wat hebben verkwikt, brengen wij een bezoek aan het wilde dennenbos met zijn slanke stammen en bemoste paden, in wier midden de eenvoudige grafkelder ligt verscholen door de familie van Rechteren tot de rustplaats van haar doden bestemd. En wij dwalen wat rond door het bos tegenover het jagertje, tussen het hoge hakhout, waarboven hier en daar een forse beuk of eik zijn brede takken uitslaat, en dat aan de beplante singels met hun wilderige begroeide grond en hun steile met mos bedekte kanten een eigenaardig voorkomen ontleent. Bij het jagertje is de grote laan tegenover het huis nog niet ten einde. Nog ver strekt zij zich uit, terwijl de beuken het eikenhout vervangen, en volgden wij haar tot waar zij uitloopt in de heide. Dan zou zij ons brengen op de weg naar Albergen, een landelijk gehucht in welks nabijheid eens een wijdvermaard klooster heeft gebloeid. Daar zouden wij een grindweg naar Ootmarsum vinden, maar wij kunnen ditmaal onze tocht niet tot dat oude stadje met haar bekoorlijke omstreken en de schone vergezichten van haar golvende heuvelen uitstrekken. Wij moeten ook aan de andere zijde van Almelo het Friese veen onbezocht laten, evenals de rijke villa's en buitenverblijven aan de weg die derwaarts leidt. Zij zouden anders de moeite van een uitstapje wel belonen, zowel de villa door de heer van Almelo gebouwd en bewoond, terwijl de gravin Douairière haar verblijf houdt op het kasteel, als de landhuizen gesticht door Friese Veense kooplieden die naar oud gebruik een geruime tijd in Sint-Petersburg woonden. Maar wij zullen nog wel meer plekjes moeten laten liggen die door natuurschoon of door herinneringen aantrekkelijk zijn voor wandelaar en geschiedvorscher beiden. Vreesde ik niet van uw geduld te veel te vergen, ik zou u in de nabijheid van Ootmarsum de velden wijzen, waar niet ver van elkander Romeinen en Germanen in hun haast nog ongeroerde grafheuvels slapen. Ik zou u tussen Ootmarsum en Oldenzaal naar de raadselachtige Hunenborg leiden, waaraan zich de overlevering verbindt dat een heidens keizer er zijn verblijf heeft gehouden en die wellicht een overblijfsel is van een versterking door de keizer Postumus omstreeks 260 na Christus tegen de woeste en dreigende Germanen opgeworpen. Ik zou u uitnodigen in de heidevelden dier zonderlinge aardewallen na te sporen, die onder de naam van landweren gans Twente doorkruisen en die sommigen voor verdedigingsmiddelen houden, anderen voor scheidingen der Saksische marken, en onlangs door een uitnemend kenner
der wenthsche oudheden, de baron B.W.A.E. Sloot tot Olthus, werden voorgesteld als door de Romeinen geboden en door Germanen opgeworpen om de grenzen der onderscheidene volkstammen aan te wijzen. Ofwel, ik zou u leiden naar het stille Weerselo, dat daar zoo rustig ligt te droomen, te midden van zijn eikenlanen, met zijn huizen, gelegerd om het oude kerkje, dat in zijn weidse grafzerken nog de herinnering bewaart aan een hoog, adellijk jufferstift, en waar wij buiten een der herenhuizen eene overoude doopvont zouden vinden. In dit huis, een merkwaardige eikenhouten kast en een zware deur met een mensenhoofd dat minder beschaafd dan veelbetekenend de tong uitsteekt. Kast en deur zijn afkomstig van het sterke, thans gesloopte slot Saasveld, en de deur stond daar naar de zijde van Oldenzaal gekeerd, als een voortdurende beschimping van de stad, waarmede de heren van Saasveld in aanhoudende vete leefden. Ik zou u voeren naar de plaats waar eens het geduchte roofnest stond, te midden van haast ontoegankelijke moerassen, en wij zouden neergezeten aan de slotgracht ons door de overlevering laten verhalen hoe op dit kasteel een geslacht van machtige edelen door de graven van Goor gesteund de strijd tegen de bisschop volhield, toen Balderik op de bisschoppelijke zetel verheven zijn erfgraafschap Twente met zijn hoofdstad Oldenzaal aan Sint Maarten schonk. Wij zouden ons laten vertellen hoe een der drosten van Twente op dit, zijn slot, geroofde mannen en vrouwen gekerkerd hield, totdat hun bloedverwanten hen met zware losprijzen van de dreigende dood hadden vrijgekocht. En wij zouden een woord van hulde niet onthouden aan de nagedachtenis van Johan Derk van der Capellen, die in 1782 althans de afschaffing der vernederende en bezwarende drostendiensten wist door te drijven. Wij zouden niet ver van Weerselo wellicht de plek nog kunnen vinden waar een menigte van meer en minder bewerkte vuurstenen ons wijst op een overoude werkplaats waar de wapens van een lang verdwenen voorgeslacht geslepen werden, en rondom in de eenzame heide zouden wij de grafheuvelen als kleine hoogten zien verspreid. Wij zouden tussen Weerselo en Borne het woeste, maar wonderschone landschap zien bij het meertje met de glooiende heuvel, op wiens top een houten molen zich zo scherp aftekent tegen de heldere avondlucht, terwijl de dalende zon de bruine heide met de diepe, zich kruisende zandsporen purper kleurt, terwijl het gloeiend rood van de hemel weerspiegelt in de onbewegelijke plas en ver op de achtergrond de hoge bossen van Saasveld zich reeds in grijze nevelen hullen. Ik zou u vertellen, als gij het horen wilde, hoe lief mij die plechtige heidevelden zijn, die ik zo menigmaal mocht doorkruisen, te voet en te paard, op de stille zomeravond, op de heldere najaarsdag, ook als de stormen gierden over de vlakten en de donkere wolkgevaarten vlogen door de lucht. Maar vermoedelijk boezemt u dat geen belang in. Welnu, laat ons dan niet langer spreken van wat wij zouden kunnen en willen doen. Laat ons doen wat wij kunnen. En dat is voor het ogenblik van het jagertje opstappen om over Borne Hengelo weer te bereiken. Wij keren niet naar Almelo terug, maar zoeken het zandspoor dat ons behoorlijk slingerend en kronkelend naar de brede Bornse straatweg brengt. Die volgen wij evenwel niet tot Borne toe. Een weinig voorbij deze dennenbossen en
deze hooge kamp bouwland een weinig voorbij de kunstelooze loodsen waar de turf is opgestapeld die hier uit de omliggende veenen is aangevoerd om verder per as naar de plaats harer bestemming te worden gebracht. Als wij de huizen achter ons hebben die het middelpunt der buurschap Zenderen uitmaken, slaan wij een zijweg in naast het voormalig buitenverblijf Het Hulsje, tegenwoordig een klooster van geschoeide karmelieten. Die weg leidt ons langs bouwland en houtgewas naar de plaats waar eens het grote huis Weleveld in zijn dubbele grachten lag, eertijds een sterk kasteel, de zetel van een machtig geslacht uit de heren van Ruinen gesproten, dat in 1437 gans Twente in pandschap had en sinds meer dan één drost van Twente onder zijn leden telde, later de woonplaats van de beroemde staatsman en geleerde Radboud Herman Scheele, die als wetenschappelijk gevormd krijgsman de groothertog van Toscane heeft gediend en in 1651 de Staten van Overijssel op de grote vergadering in Den Haag waardiglijk heeft vertegenwoordigd. In het begin deze eeuw werd Weleveld gesloopt en voor enige jaren zijn de zware fundamenten en de uitgestrekte kelders uitgegraven. Verdwenen is ook een ander adellijk huis, het Groothuis, een der beiden van die naam in deze streek, niet ver van Weleveld, aan wiens eigenaars het tot 1724 behoorde, komen wij de weide voorbij die nog aan de haar omringende gracht herkenbaar is als de plaats waar eene der talrijke Twentse havenzaten stond. En zijn wij nu langs de grote, welvarende boerenerven met hun schat van kostbaar eikenhout op de ruime vlakte gekomen, dan zien wij Borne voor ons en hebben wij spoedig dat echt Twentse dorp bereikt. Einde van deel 9. Deel 10 van Twente. Uit Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Twente, deel 10. Een echt Twents dorp is Borne, nog in menig opzicht althans. Al bracht ook hier de laatste halve eeuw belangrijke verandering. Aan nieuwe huizen ontbreekt het geenszins, evenmin als aan een spoorwegstation of fabriekschoorstenen. Maar in zover heeft het zijn oud karakter bewaard dat het nog altijd een doolhof is van enge kronkelende straten en dat er nog in overvloed die oude, grote, voorvaderlijke huizen worden gevonden, zonder orde en regelmaat, als neergeregend, doorgaans afgezonderd op hun erven staande en nog altijd ligt daar onder zijn grote eiken de oude Meijerhof, waaraan weleer onderscheidene huizen en erven in allerlei vormen zekere recognitie verschuldigd waren. De kerk der doopsgezinden bijvoorbeeld moest aan een hofmeijer jaarlijks twee jonge hanen opbrengen, zo groot dat zij op een emmer konden springen. Maar de vreemdeling ziet doorgaans dit gedeelte van het dorp niet. Hij bepaalt zich wel in de regel bij de lange hoofdstraat, bij het marktplein en de laan met wilgen en lariksen die de markt met de brede straat aan het begin of het einde naar de kant van Hengelo verbindt. Wie zich het oude Borne wil voorstellen, moet die laan wegdenken die nu aan het dorp enige regelmatigheid geeft, want die dag tekent eerst van de aanleg
van den straatweg omstreeks 1830, en tooit hij dan in zijn verbeelding het marktplein met de eerwaardige linde die den grooten steen overschaduwt, verwisselt hij de keien voor een grasveld van een smallen waterloop doorsneden, verwijdert hij de moderne gebouwen om ze te vervangen door huizen van het oude model, strooit hij alom de beruchte mesthopen bij de hoge schuurdeuren en volgt hij dan de oude rijweg die zich in allerlei bochten tussen de verstrooide woningen, erven en hoven wringt, dan verrijst weer voor zijn geest het Twentse dorp, gelijk het ruim 4 eeuwen wellicht in de hoofdzaak onveranderd is gebleven, gelijk het misschien, al was het dan ook kleiner en onaanzienlijker, zich reeds in 1206 vertoonde, toen het nog Bourgoende werd genoemd. In de kerk der hervormden, wier sierlijke torenspits een der schoonsten van het in dit opzicht niet rijke Twenterland is, ligt Rombout Herman Scheele begraven, en opmerkelijk is er de grote preekstoel van Bentheimer steen, die volgens de overlevering bij monde van een daarin verborgen Dominicaner monnik zijn zonden heeft beleden toen de Münstersen in 1672 ook van Borne meester waren. In de nabijheid van het spoorwegstation ligt eene ijzergieterij en de stoomfabriek Sophia, koningin der Nederlanden, die deels tot spinnerij, deels tot weverij van verschillende linnen en katoenen manufacturen is ingericht, terwijl nog ene enkele damastweverij te Borne van deze indertijd belangrijke tak van nijverheid is overgebleven. Zij werkt met 32 jacquardmachines. De grote weg van Borne naar Delden loopt langs de beide stoomfabrieken. Een brede dennenlaan, voor een goed deel door de heide voerend. Maar wie bij genoegzame ruimte van tijd met plaatselijke kennis is toegerust, die kan een wild en romantisch pad door bossen en velden vinden, dat hem over het terrein der voormalige havenzate Graas en niet ver van de insgelijks verdwenen havenzate Dubbelink naar de Twickelermolen voert. Of hij kan het brede Mullezandspoor volgen, dat op zichzelf weinig afwisseling aanbiedt, maar hem leidt langs eene boerderij die in haar naam de Hondenborg de herinnering schijnt te bewaren aan eene oude versterking die het volksgeloof aan de hunnen toeschrijft. Inderdaad wordt er nog een tamelijk hoge grond binnen grachten aangetroffen en bij de taaie levenskracht der Twentse volksoverleveringen is het niet onmogelijk dat ook hiervoor een geschiedkundige grondslag bestaat en dat er enig verband was tussen deze Hondenborg en de Hunenborg in de Volterbroek, alsmede met de op enige afstand onder Zenderen gelegen Hondemot, Hunnenmate. De Hunnen hebben er zeker geen deel aan gehad, maar het is meer beweerd dat deze volkstam zoveel schrik rondom zich had verspreid dat ten onzet ieder vreemd volk met die gevreesde naam werd genoemd. De grachten van de Hondenborg kunnen evenwel ook behoord hebben aan de oude havenzate Homberg, die in deze streek moet hebben gelegen. Als een oase in de woestijn ligt niet ver van hier het bos der herenhuizingen Bakenhagen, mede een gewezen havenzate. En wie het zien wil, wat kennis en zorg voor het kleine van ondankbare grond kunnen maken, die bezoeken de vruchtbare bouwvelden en de welige weiden van dit oud en aanzienlijk goed. Of zullen wij met de omwonende boeren de meerdere voortreffelijkheid der Bakenhagense landerijen liever daaraan toeschrijven dat hun eigenaar en ontginner, wijlen de heer A.J. Dull, een verbond met de boze gesloten had.
het zij zoo. Maar dan was die booze het verstandig gebruik van allerlei afval uit stal en keuken die de wenthsche boer in den regel laat verloren gaan. Trouwens, ook de boeren gaan vooruit. Bij de weinige gelegenheid tot afvoer hunner producten, bij de gemakkelijkheid om in de weefkamer het weinige geld te verdienen dat zij behoefden, bij de in den regel zeer lage pachten, die vaak alleen in zekere recognitie bestonden, een paar waskaarsen aan een kapel, een muntstukje aan een of ander adellijk huis, ontbrak in vroeger dagen aan de landbouwende stand de prikkel tot vooruitgang. Voeg er bij de gehechtheid aan het oude, die niet uitsluitend de Twentse boer eigen is, en gij zult u niet verwonderen dat de landbouw er zeer laag stond en grotendeels nog staat. Maar dat ook in deze vooruitgang is, hebben wij op onze zwerftochten wel opgemerkt. Ook van Bakenhagen kunnen wij Delden en het Twickelerbos bereiken, maar ook dit uitstapje behoort tot die welke wij ditmaal alleen maken in de geest. Wij keren van Borne langs de straatweg, een veelbelovende eikenlaan, naar Hengelo terug, of wij kiezen de oude, slingerende zandweg die voor de aanleg der straatwegen bij de dorpen verbond. Gaan wij in onze verbeelding een tweetal eeuwen terug, dan komen wij, niet ver van Hengelo, een aanzienlijk landgoed voorbij, met singels en lanen, met visserijen en tuinen, met een deftig herenhuis, met grachten en ophaalbrug, het Sladenhuis, waarvan nu geen spoor meer over is, waarvan zelfs de herinnering in Hengelo nagenoeg is uitgewist, en waaromtrent ik tot nog toe geen het minst bericht heb kunnen opdelven. Maar zowel zijn bestaan als zijn belangrijkheid blijkt uit een uitvoerige kaart van de bezitting in 1651 opgemaakt. En nu zijn wij weer teruggekomen op het punt waarvan wij uitgingen, waar elders in ons vaderland nog zoveel onze aandacht vraagt, mogen wij niet te lang in ene landstreek ons ophouden. Toch is Twente nog zo rijk. Wij zouden nog menige dag er kunnen rondzwerven. Wij hebben het over oude Oldenzaal nog niet bezocht, met zijn hoogst belangrijke Plegelmuskerk, het schone Romaanse gebouw met zijn zware toren. Wij doolden nog niet rond door de uitgestrekte buurschap de Lutte, oudtijds de eerste onder de Twentse marken, bij wie de andere marken in geval van verschil appelleerden. Toen de belangrijkste, met haar 80 volgewaarde erven, tegenwoordig nog een der schoonste streken van het landschap, met zijn golvende velden, zo treffend schoon, vooral als het gele koren de glooiingen bedekt en de boekweit langs de hellingen bloeit, met zijn rijkdom aan eikenhout, onder wiens lommer zo menig schilderachtig boerenhuis zich verschuilt, met zijn holle wegen tussen de hoge akkers en de rijk begroeide heuvels, met zijn prachtige vergezichten, telkens weer nieuw en verrassend, met zijn herinneringen aan de Tankenberg, de offerplaats van lang verdwenen geslachten, verbonden. Wij hebben in de buurschap Eulen de beroemde dikke eik nog niet gezien, een kolossaal gevaarte dat om zijn omvang en zijn schone vorm niet alleen, maar ook om het karakteristieke van het boerenerve, waartoe hij behoort, zijn plaats onder de Twentse merkwaardigheden ten volle verdient. Wij vertoefden nog niet bij de Euler watermolen, in wier nabijheid tot in het begin deze eeuw de haven zaten, Oldemeule zijn hoge daken verhief, en wij hebben aan de weg naar Haaksbergen de plek niet bezocht waar het slot Beckum de woonplaats der Deldense martelaressen heeft gestaan. Wij hebben nog maar vluchtig een blik geworpen
op het stedeke Delden, Nijedelden, zooals het werd genoemd toen in 1322 de woningen van het oude Delden herwaarts werden verplaatst, en wij zagen in zijn oude, zwaar gebouwde kerk de grafsteden nog niet, waar de Twickels en de Raesfelds rusten, en een goed bewaarde steen de beeltenis van Frederik van Twickelo bewaart. Wij spoorden het nijvere Goor voorbij, met zijn belangrijke fabrieken, met zijn herinneringen aan de geduchte graven, die hier eens de heerlijkheid bezaten, en in de erfelijke waardigheid van banierdragers van het sticht slechts een armelijke vergoeding vonden voor hun verloren heerschappij, toen zij voor de bisschop het trotse hoofd hadden moeten buigen. En wij wandelden nog niet in de omtrek der stad, waar het huis der haven zaten, Hekeren, zo vriendelijk tussen de sierlijke boomgroepen schemert. Wij bleven nog op een afstand van het eerwaardig Markelo met zijn berg, waar de bisschoppen van Utrecht als heren van Twente gehuldigd werden en waar Lebuinus op de landdag der Saksen zijn kloeke evangelieprediking horen liet. Wij noemden van meer dan één dorp in Twente zelfs de naam nog niet, en wij zwegen nog van tal van havenzaten en kastelen die eenmaal de Twentse grond in zo grote getalen bedekten. Maar wij moeten ons grenzen stellen. Wellicht daalde ik hier en daar reeds te veel in bijzonderheden af. Misschien gaf ik over het oude Twente te veel, naar de smaak van sommigen mijner tochtgenoten. Dat was niet zonder doel. Twentes geschiedenis ligt nog voor een goed deel in het duister. De aandacht der geschiedschrijvers en geschiedvorschers bepaalde zich niet bij voorkeur tot dit afgelegen gedeelte des lands. Bovendien, veel is verloren. Twentes open velden en zwakke vestingen boden ten alle tijde voor vijandige legers een onbeschermde toegang. Gelderse benden hebben er geplunderd. De zwarte hoop heeft er gebrandschat en verwoest. Staatsen en Spanjaarden hebben er lange tijd elkander afgewisseld en bestreden. De Münstersen deden er hun inval en brachten er verderf en ellende. In 1584 en 1585 werd Delden voor een groot deel verbrand. In 1595 klagen de arme, verdorvene en verbrande ingezetene des dorps Hengelo hun bittere nood aan de markenvergadering. In 1675 getuigen gedeputeerden van Overijssel dat bijna alle herenhuizen in puin lagen, alle brieven en bescheiden verloren waren. Wat Borgard Amelis van Coevorden in 1672 deed, die zijn papieren van zijn huis te Hengelo naar veiliger plaats bracht, dat zullen wel meerderen hebben gedaan. Zo vloeien de bronnen schaars. En wat nog bestaat, moet vaak van heinde en ver worden samengebracht. Enkele bijzonderheden te bewaren, anderen althans aan te wijzen, heb ik beproefd, om zo enige bouwstoffen te helpen aandragen voor een toekomstige geschiedenis van Twente. Macaulay's Geschiedenis van Engeland heeft grote verdiensten. Niet ene der minste daarvan is dat hij aan de schildering van personen en gebeurtenissen laat voorafgaan een overzicht van de gesteldheid van het land in het tijdperk dat hij gaat beschrijven. Dat acht ik voor een goede geschiedenis onmisbaar. De lezer stelt zich zo licht land en volk voor, gelijk hij het kent. Ook tot het bewaren der herinnering aan Twentes oude toestand wenste ik iets bij te dragen. Het geslacht dat het oude gekend heeft, gaat heen. Allengs groeit een nieuw geslacht op, onder andere omstandigheden, onder nieuwe toestanden,
Binnen weinige jaren is het oude licht vergeten, gelijk het verdwenen zal zijn. Maar niet het oude alleen, ook het nieuwe Twente verdient deze opmerkzaamheid. Ik wenschte het beter te doen kennen in zijn eigenaardige schoonheid, in zijn veelsoortige belangrijkheid en met de wens dat het geen geheel vruchteloze poging zij geweest, leggen wij ditmaal de wandelstaf neder. Einde van deel 10. Einde van Twente. Uit Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Van Jacobus Kraandijk. Voorgelezen door Marcel Koenders.